Weet je, ik ga zitten en het komt van me toe. We zien dat ook. Oh, Kopen een cursus. Of het nou een Dropship Academy is of de HTX. Ik heb die cursus. Nou, waar blijft het geld? Dat is heel erg lekker, hè? Deze week met bakker Danny Jansen. Heel oh, al gezellig. Toen kwam Tony van Kitchen om te kijken. We gaan een online kookkanaal beginnen. En ja, dat is waanzinnig, weet je wel. Om dat mee op te zetten. high-ticket Dropship Academy die super lekker gaat. Danny, ja, welkom. Ik was bezig met de cursus. Mijn vriendin keek over mijn schouder. Ze zegt, ga je die troep verkopen? Ik zeg, ja, weet ik veel. Laat hier in, in die cursus ook dat moet doen. En toen zei zij, en dat heeft eigenlijk alles veranderd voor mij? Zou je er echt blij mee zijn? Ik zeg nee, dan moet je het andere mensen ook niet aandoen. Het is eigenlijk het enige wat ik hoef te doen is mijn leverancier betalen en dat is ook weer een verschil met low ticket dropshippen. Ik betaal ze na een maandje of na een paar weken. Ja en dit zijn flinke bedragen toch? Ja, de vernuizen beginnen vanaf 5k en de duurste die ik online heb verkocht is 12.000 euro. Dus zou je binnen 30 dagen 10k om kunnen draaien? Ik denk het echt wel, maar dan moet je echt... <middels> Danny, naast dat je presentator bent bij 24 Kitchen, veertien boeken hebt geschreven, en eigenlijk al jaren uh, in de scene zit van uh, Chef Kok, die boeken staan hier ook in het voorbereidingsdocument. Die zijn gewoon, weet ik, wel, anderhalve pagina aanboeken. Heb ik allemaal in elkaar gezet. Oh ja, hier is nog een. Boek. Oh ja, daar is nog een boek. Ik zat het te lezen. Hij schrijft boeken. Maar naast uh, dat je uh, al die kookboeken boek, hebt geschreven en zo, um, heb jij ook miljoenen euro's omgezet met een webshop? Um, op een bepaalde manier van dropshippen ja. maar niet de dropshippen wat men algemeen kent um, maar juist op een manier van dropshippen wat een groeiende markt is op dit moment in Nederland uh, dat je bestellingen, dat een bestelling veel hoger zit qua bedragen en ook qua winstmarges en ook dus in winst uh, dat er veel tevreden kl uh, klanten zijn en zelfs fans uitkomen en dat je lagere toeren hebt en weinig tot geen uh, slechte reviews. En ik was benieuwd Danny Kun je ons nou eigenlijk uitleggen wat dan deze vernieuwde manier van dropshippen is? Ja, dit heet high-ticket dropshippen ja? of high-ticket e-commerce. En um, ja, wat het eigenlijk is: uh, iedereen kent het model van dropshippen. Eigenlijk verstuurt de leverancier iets direct naar de klant, direct delivery. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een hele duurzame manier om iets te doen. Alleen het nadeel is vaak met gewoon dropshippen dat het vaak troep is wat je verkoopt, mm -hmm. uh, veel klachten heb, heel hoge omloopsnelheid, heel hoge ad spend. Ja, daar, word ik, daar werd ik een beetje nerveus van. En uh, als ik alles een beetje terug ik ben ook begonnen met low-ticket dropshippen. En uh, ik had wel een beetje van high-ticket gehoord, nooit echt bij nagedacht. Ik was bezig met een, met een cursus. En uh, mijn vriendin keek over mijn schouder. En ik had wat niche's opgeschreven. Ze ga je die troep verkopen? Ik zei: Ja, dat weet ik veel. Dat ik zeg, ze staat hier in, in die cursus, ook ik dat moet doen. En toen zei zij, en dat heeft eigenlijk alles veranderd voor mij. Ze zei: Zou je daar blij mee zijn als je dat zelf zou ontvangen? Hoe komt dat aan? Mm. Ik zeg: Ja, weet ik, Patrice, in zo'n zaksker. Hoe lang duurt het erover? Een week of drie. Zou je er echt blij mee zijn? Ik zei: Nee. Dan moet je het andere mensen ook niet aandoen. Mm. Dat heeft mij die knop omgezet. Dat ik denk: van, Ja, maar dit is niet. Het bedrijf, het idee past wel bij mij, want het is heel duurzaam, alleen niet, geen troep. Mm. En toen hoorde ik via Josje, waar high ticket dropship, ik had geen idee wat het was. Ik dacht dat het betekende duur kaartje, weet ik veel. In een een teken, de, teken, hij betekende ja, ja. duur kaartje, maar natuurlijk echt heel... Uh, en toen dacht ik van hé, hey, maar dit zijn wat hogere kwaliteitsproducten. Nederlandse leveranciers. En dat viel eigenlijk een beetje samen met mijn... Uh, waar ik toen in zat. Ik was al heel lang gezicht van een kranenmerk. Mm -hmm. En ik stuurde die altijd naar een concurrent. En die had een webshop. En ik denk, hé, hey, maar waarom stuur ik hem eigenlijk naar hem toe? Als ik zelf ook misschien iets kan opbouwen. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn? is best wel natuurlijk een dingetje om een site op te zetten als je helemaal geen ervaring hebt, dus dat waren mijn eerste stappen. dat ik uh, zei van hey, ik ga het eens proberen. Leverancier, die kon ik al, dus dat was een mooie inkomer. En toen ben ik dus begonnen met kokend waterkraantjes verkopen, en dat is mijn oh, ja. eerste stap geweest uh, naar het high-ticket dropshippen. En uh, de eerste sale die je had. Ja, dat is waanzinnig. Want toen had iemand gewoon 1700 euro overgeschreven naar jouw rekening. Je hoorde een ketching, de maakste kaching Ik stond op een opnameveld in een weiland in, uh, in Raamsdonk. Ik denk: Wow, dat is vet. Ik denk: En het is geen bekende. Dat is ook wel eens leuk. Ja, ja. En dat is eigenlijk het start van het high-ticket dropshippen. En het mooie van high-ticket dropshippen vind ik dat we mooie spullen verkopen, dat we ja, weinig retour hebben. En als er een klacht is dat we daar gewoon een goed apparaat namelijk een leverancier of een serieus bedrijf achter hebben die het opgelost. Heeft, want we verkopen geen shit. He? daarnaast zijn ook advertentiekosten zijn wat lager omdat je geen Facebook-advertenties hebt waarbij je heel erg hard gaat schalen. wij doen alles via Google. Hmm. en ja dat idee dat sprak mij zo erg aan dat ik daarop ben doorgegaan. Dat is ja. mooi. en hoe ziet dan hoe zien jouw stores eruit uh, die je nu hebt opgebouwd? Ja, ik kook. Dus je moet altijd wel een beetje met koken te maken hebben, vond ik zelf. En uh, ik heb een barbecue store. En ik verkoop uh, fornuizen op een aantal websites. En um, ik geloof wel dat ik. Uh, en dat is meer mezelf. Ik kan niet twee dingen tegelijk doen. Heel veel mannen hebben dat maar. Ik heb het geprobeerd. Ik kan het echt niet. Dan word je heel enthousiast. Loop je site. Je hebt je, ik ga gelijk een nieuwe site beginnen. En ik heb er twee. En dan vergeet je de focus op die andere. Ik denk, joh, dat moeten we niet doen. He, dus eerst moet de site goed lopen. Het moet goed transparant zijn. Moet je goede, goede omzetten zijn. En dan gaan we verder kijken. Bijvoorbeeld dus die barbecue site, dat is mijn tweede website. En die draait 100% geautomatiseerd. Uh, ...de voorraden zijn gesinkt met uh, de leverancier... ...dus ik koop nooit dingen die uitverkocht zijn... ...ik hoef nooit te bellen van... ...oh, we hebben het toch niet... ...of uh, ja het duurt nog zes maanden... ...ja, dat hoeft niet... Mm. ...want het is gewoon, uh, de voorraad is gewoon uh, uh, transparant gemaakt... ...als er een order binnenkomt... ...gaat die automatisch naar hun toe... ...dus eigenlijk het enige wat ik hoef te doen... ...is mijn leverancier betalen... ...en dat is ook weer een verschil met low-ticket dropshippen... ...ik betaal ze na een maandje of na een paar weken... ...dus niet vooraf... Mm -hmm. Nou, dan heb je je cash lang op de bank staan. Want mensen betalen vaak gelijk. Of in mijn andere site uh, heb ik fornuizen. Dan ja, betalen ze een deel vooruit. Ja. Ja, dus dat is een heel fijne manier van ondernemen. En dat geeft mij een stuk minder druk. Ja, en dit zijn ja. flinke bedragen toch? Bijvoorbeeld een fornuis. Ja, de fornuizen beginnen vanaf uh, 5K. Ja. En de duurste die ik online heb verkocht is 12.000 euro. Dat is aanzienlijk. Ja. Die verkoop ik niet elke week. Nee. Ja, de, de, de befaamde 10K-dag in dropshipping-wereld doe jij met één product. Gewoon één sale, 12k omzet dat, dat, ja, die, Er is wel eens een dag geweest dat ik, uh, ik 25.000 euro op één, uh, één dag had gedraaid met een paar dingen. Ja, ja met gewoon vijf ja, verkopen of zo. Dan zeg ik al tegen mijn vriendin: kom, we gaan uit eten. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. En um, hoe lang heeft het bij, voor jou geduurd om dan het. Uh, 100% automatisch te maken, wat je net aangaf. En om hier dus ook echt een miljoenenbusiness van te maken. Ja, ik ben echt... Dat ligt een beetje aan mijzelf, want ik ben echt... Uh, ja, dat klinkt als een MAVO-patiënt, maar bij mij moet het kwartje heel lang vallen. Het moet heel lang incuberen voordat ik het snap. Ja. Dus ik ben begonnen eigenlijk een jaar of drieënhalf geleden. Zaten we midden in corona. Dus we hadden de tijd om te doen wat we, wat we wilden. Ja. En uh, ik ben echt met nul kennis begonnen. Dus bij mij... Duurde het een stuk, heeft het echt wel lang geduurd. Maar als ik kijk dat mijn dochter van negen ook een, een, een eigen siteje hebt. Wel met een klein armbandje en zo, maar het is meer om de mindset goed te kweken. Mm -hmm. Weet je, die site hadden we gewoon binnen een, binnen een anderhalf uur hadden we die klaar. Mm -hmm. Hè? Maar als je vanaf nul begint met nul kennis, ja, dan kan het een tijdje duren. Mm -hmm. Maar ik denk zeker als mensen die wat jonger zijn, die het sneller oppakken. Ja, dan kan het wel snel zijn dat je een site dan hebt. Alleen, weet je, we zijn wel een business aan het opbouwen. Dus het moet van A tot Z moet het gewoon kloppen. Mm -hmm. En um, eer dat het helemaal geautomatiseerd is, dus alle kinderziektes um, eruit zijn, is bij die barbecue-store, ja, die hadden we in een paar maanden tijd hadden we die opgezet. Mm -hmm. En toen hebben we die wel ge gekozen om die wel gelijk te automatiseren. Ja. Maar daarvoor zat wel een langere leerkurve van andere sites bouwen. En laten we ook niet vergeten, hè. ik zat hier laatst naar te kijken, dat sowieso de, die bekende quote: 95% of 90% van de bedrijven faalt in de eerste vijf jaar. Um, maar ik heb daar nog wat verder op doorgezocht, dat slechts 4% van alle neem ondernemers ooit een keer een miljoen jaar omzet behaalt. Dus dat geeft al aan dat ja. überhaupt binnen vier jaar uh, miljoenen omzet realiseren. Dat is, is eigenlijk wel raar, Dat is heel snel en ook heel veel, zeg maar. Dus en ik weet nog dat ik de eerste keer een, uh, een 20k maand haal, 20.000 euro. En dat ik zeg van, wow, dat, dat is niet normaal. Ja. Dat, en toen zei iemand vanuit de dropship, dat is wel normaal. En nu ben ik echt zachtreinig. Echt, uh, die, gelukkig zijn die maanden er niet meer. Hmm. Maar als het een keer zo'n maand was, ja, dan uh, denk ik, oh, dan ben ik echt een. Dan, dat is net als je, weet je, een goede badmintonwedstrijd hebt gespeeld en je hebt echt verloren dankzij jezelf, zeg maar. Dus ja, je denkt ja, van, dan ja. ik heb echt als een krant gespeeld. Mm -hmm. Dan ga ik ook gelijk naar huis. Ik ben weg en ik ga naar bed. Want... Ja, eisen worden het natuurlijk steeds. Hoog, ja, je dus wordt heel erg verwend. Nee. Ja. En dat zie je ook met corona. Weet je wel? En corona klotsen het echt tegen de muur omhoog. Want overal kwam alles was dicht. Mm. Dus toen gingen we gelijk Sky High. En nu is het een beetje een nieuwe normaal. Dus dan kan je twee dingen doen. Je kan lopen balen, of je kan zeggen, joh. Dit is het en we hebben. Dit is gewoon het nieuwe normaal. Dus uh, weet je, de tendens is midden, maar mijn business is steady en die is goed. Als jij in de spiegel kijkt, word je dan blij van het lichaam dat je ziet? Misschien vind je jezelf te dik, te dun of word je meer spiermassa? Succes zit hem tegenwoordig niet alleen maar in geld, ook in je fysiek en je gezondheid. Maar een gezond lichaam bouwen kost tijd qua koken, sporten, etc. En daarom zijn supplementen een ideale manier om het wat makkelijker te maken. Met de supplementen van Cosmo Nutrition heb je altijd de hoogste kwaliteit supplementen. Dus ben jij op zoek naar topkwaliteit supplementen? Klik dan op de link in de beschrijving. Gebruik de code LOTGENOTEN20 voor 20% korting bij Cosmo Nutrition. Hé hey Danny, ik denk dat uh, heel veel kijkers en luisteraars zijn die ook wel meer willen weten zeg maar, over high-ticket dropshipping of e-commerce. Ja. Jij bent er natuurlijk dag en nacht mee bezig. Um, heb ook mooie resultaten behaald. Uh, dus leek ons ook wel leuk om echt deze podcast dieper in te gaan op welke stappen iemand moet gaan ondernemen. om te beginnen met high-ticket dropshipping. Ja. Um, en dan met een leuk uh, sausje eroverheen. Hoe ze dan in 30 dagen ook. of tenminste hoe jij het zou, zeg maar, als jij het zelf weer opnieuw zou moeten doen. hoe jij in 30 dagen dan weer een 10K. Uh, omzet zou kunnen gaan ja. genereren. Toepasselijke sausje bij een kok, lijkt hè? Ja, ja, ja. <laughs> Lekker, hè? Um, nou, laten we eerst vooropstellen dat als je gaat uh, dropship of uh, direct delivery, dan je denkt van, joh, waar ga ik voor? Mm -hmm. Ga ik voor het snelle geld? Mm -hmm. Of ga ik voor een goede business? Mm -hmm. want als je voor het snelle geld gaat, dan moet je misschien geen high ticket doen. Want het is echt wel, want wij bouwen iets op wat een business is voor langere tijd. Sterker nog, mijn eerste site waarmee ik begonnen ben is nog steeds online. Het logo omdat ik niet beter weet heb ik in Paint gemaakt. Hmm. Ja, zeg waar. Zeg het, uh... En die heb je nog steeds. Die heb ik nog steeds. Welke website is dat? Dat is Michael Kitchen. Michael mijn coole keuken eigenlijk. Michael maar dan op zijn Engels. Yes. Ja. Dat is ook al speciaal, hè, jongens. Brand nieuw. Een dropshipper die wel zijn websites deelt. Ja, maar ja, waarom niet? Ik ben op al die dingen die ik verkoop, ben ik praktisch marktleider. Hoe lang bestaat die website al? Ja, 3,5 jaar sinds begonnen Ook speciaal voor alle dropshippers. De meeste websites bestaan twee <laughs> maanden... en dan word je of door Shopify eraf gekikt... of je moet hem zelf sluiten door ja, al slechte reviews. Ja, dat is wel grappig, hè? Want dan heb ik soms met... Uh, maar we kunnen heel goed met bij de DSA... kunnen we heel goed met elkaar... Uh, low ticket, high ticket... kunnen heel goed met elkaar omgaan. En dan zeggen ze, ja, uh, bent... Ik zeg, wat bent? Ik zeg, hè... opgeschocht door Facebook... Hmm. Ik zeg wat? Ik, ik ben nooit opgeschrocht of geband. Ik weet niet eens wat het is. Ik zou echt, het zou heel erg stressvol zijn voor mij als dat er is, weet je wel. Hmm. Als mijn site het al uh, niet doet, dat is gelukkig nooit gebeurd. Nou, dan schiet ik echt in de stress in alle kanten. Dus dat loodticket is totaal niks voor mij. Want uh, voor elke klacht lig ik een nacht wakker. Nou, dan ja. moet je dat niet gaan doen natuurlijk. Nee, precies. Maar hoe zou ik beginnen als ik opnieuw zou beginnen? Dat was jouw ja, vraag, ja, hè? Ja, ja, in 30 dagen. In 30 dagen, ja. Precies. Maar mag ik dat dan wel doen met de kennis die ik nu heb? Ja, dan mag jij ja, daarom. Oh, ja. Ja, 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 zeker weten. Nou, het begint natuurlijk met het begin en dat is eigenlijk het vinden van wat ga je verkopen. Mm. En uh, dat hoeven natuurlijk geen abnormaal dure dingen te zijn zoals ik verkoop van 5000 euro of meer. Dan heb je wel sneller je doel om 10k te bereiken. Nee. Maar als jij dingen verkoopt voor 500 euro, mm. hè, waar je gewoon elke keer uh, uh, weet ik veel, 100 euro op, uh, op pakt, is ook lekker. Ja. Ja, want dat is vaak toegankelijker voor de mensen. Dus ik zou eerst je niche bepalen. En je niche bepalen, dat doe je door te kijken waar wordt er naar gezocht. Ja, want dat is ook dus het verschil. Hè? Met uh, low ticket word je gevonden op Facebook. En met high ticket, uh, dropshipping of e-commerce, word je gezocht. Mm -hmm. Dus mensen die hebben al gezocht van joh, ik moet een bankstel hebben, ik moet een fornuis hebben, ik moet een barbecue hebben. Ik weet welk type, ik weet welk merk ik wil hebben. En daar speel jij op in. Mm -hmm. En dat is een zoektocht die je moet doen. En een niche vinden is het aller, aller, aller moeilijkste wat er is, maar je moet het ook niet te moeilijk maken. Heb ik geleerd. Het belangrijkste ding is ga gewoon verkopen. Eerder je keting door door hebt, dan word je zo gemotiveerd dat je denkt van hé, bam, nu wil ik gaan. Hè, dus uh, sommige mensen die zoeken het ook te ver op. Wat je wil is gewoon starten. Dus je gaat een niche vinden. Je doet je onderzoek. Nou daar heb je heel veel sites voor. Hè. Daar Heb je uh, Google, uh, Google voor. Je hebt een Patel voor. Je hebt zoekvolume sites. En dan zie je van joh. Uh, bijvoorbeeld, ik neem barbecues, ik heb een barbecue webshop. Op, op ja. barbecues wordt enorm veel gezocht. Ja. Hè, nou, jullie hebben natuurlijk ook het fantastische verhaal van de Black Basters gehad, waanzinnig, Jeroen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, ik ga geen all barbecue -res, uh, winkeltje beginnen, want ja, dat zijn tig barbecues en dan moet ik op veel te veel dingen adverteren. Dus dat is ook niet heel slim. Dus dan kan je beter dan je niche kaderen. Mm -hmm. dat je denkt nee, hey, daar wordt wel op gezocht, maar nog niet op een mallig geadverteerd. Barbecue is zo'n ding. Kinderwagens is ook zo'n ding. Weet je wel, er zijn heel veel kinderwagens, maar als jij een specifieke soort hebt, dan is dat een niche. Mm -hmm. Dus dan wordt eigenlijk de niche die je hier zoekt, wordt dan een onderwerp. En daaruit ga je die funnel smaller maken tot een echte niche. Ja. Nou, dan ga je zoeken van joh, ik moet een leverancier hebben. Dus je hebt je niets bepaald. Ik ga een leverancier zoeken. Die kan je vinden online. We hebben een traject en dan kun je dat precies vinden, hoe je dat doet. Dan zie je ook collega dropshippers, dan zie je ook al gelijk van hé, hey, die doet dan direct delivery, die doet dan dropshipping, dat is helemaal goed. Mm -hmm. Dus die moet ik hebben. Dat is eigenlijk al binnen. En dan ga je de persoon zoeken wie erachter zit. Mm -hmm. En mijn tactiek is dat via LinkedIn te doen. En ik geloof niet zo naar een bedrijf te mailen met een hele brief, want dan Land je toch in de spam. Bel je komt bij de receptionisten, nou die serveertje je af. Dan heb je ook niet de juiste personen. Doe je huiswerk. Dus kijk naar de persoon die je moet hebben. En ik kies dan eigenlijk de hoogste in de boom. Mm -hmm. nou, en als je natuurlijk een internationaal bedrijf hebt, dan ga je niet uh, de CEO in uh, Chicago, want die they don't give a shit. Maar dan zoek je de hoogste in de Benelux of in Nederland. Mm -hmm. En ja. allemaal wel gewoon. Dus wel geen China, maar wel Nederland en Nee, want ik spreek geen Chinees. Nee. Dat is heel gek dan. Ja. Nee, nee, ik probeer wel Europees te doen. Mm -hmm. He, dus uh, ik heb ook leveranciers uit Italië. Maar die hebben natuurlijk wel gewoon een uh, importeur uit Nederland. Mm. He, en ik ga nou over een paar uh, dagen ga ik naar Milaan toe. En dan ga ik ook weer nieuwe producten zoeken. Maar mijn huiswerk heb ik al gedaan. Ik weet wie ik daar moet spreken. Mm -hmm. En ik ga die hengeltjes ga ik volgende week uitgooien. Want nou zijn worden de afspraken gemaakt. Ja. En dus ik zeg, yo, kom naar Milaan. Ik ga daar... Dus je gaat die leverancier ga je echt opzoeken. En in plaats van een hele serieuze brief. Denk ja, dan word je toch moe van ook gewoon. Ik bedoel, uh, jullie hebben ook aanzien met jullie podcast, als je dan een brief krijgt, maar ook geslijmd. denk je denkt van, nou, dit is ook. Of uit ChatGPT gehaald. Ja. Maar niet uit je hart. Ja. Terwijl je zegt voor ik ben Danny. Eh, ik uh, verkoop uh, fornuizen Of ik verkoop barbecues. En ik vind die dingen voor jou waanzinnig. Ik wil graag een kop koffie kunnen, uh, kunnen drinken. Want ik wil ze graag verkopen. Hoe gaan we dit aanpakken? Mm -hmm. ja. Elke ondernemer die wil verkopen, toch? Ja, daar is heel belangrijk wel. Want we krijgen ook best wel veel mails over dingen. Schrijf vanuit het voordeel van hun ik krijg heel veel brieven ja het zou top zijn als jullie voor mij zodat ik ja, en dan dat... heb ik en wij en dan denk ik denk ja oké okay, nu heb jij er heel veel profijt aan waarom de fuck zou ik dit doen dan wat heb ik hier aan ja en dat is natuurlijk bij zo'n leverancier hetzelfde ja als jij zegt ja ik ga mijn webshopje beginnen want ik uh, zie het allemaal voor me en ik denk dat ik daar wel knaak kan kan verdienen dan denk ik, ja oké okay, leuk nee maar je moet de opportunity binden en ik heb dan het voordeel dat ik natuurlijk kook hè? dus ik weet veel van mijn product af hè? Ja. dus uh, ik zeg van joh ik ben al jaren fan van jullie producten ik wil het heel graag in de markt gaan brengen en ik heb daar een hartstikke gaaf plan voor nou, dan probeer je die afspraak te maken en ondertussen ga je je gameplan maken, je gaat je strategie bepalen. Want als je daar bent, dat is jouw deur. Mm -hmm. ga, die gaat zorgen dat jij gaat uh, make it or break it. Hè? En dus dat is heel belangrijk. En jij weet wat die mensen gaan vragen. En die mensen gaan moeilijke vragen stellen. Stel dat jij elektrische scooters verkoopt, dan gaan ze vragen: hoe ga je er doen met onderhoud? Nou. Al die vragen breng je in kaart en je weet dat die gevraagd worden, dus dan is jouw taak om daar al een antwoord op te vinden. Mm. En als je dat goed hebt uh, onderbouwd met goede zoekvolumes, dat je maakt bijvoorbeeld de presentatie van joh, ik zie dat jullie product daar wordt 700 keer op een maand naar gezocht. Mm -hmm. Ik zie eigenlijk heel weinig aanbieders online. Dat mm -hmm. is eigenlijk zonde, want je laat een hele grote ding in de markt liggen. Mm -hmm. Hè? En um, uh, je kan zeggen, uh, uh, je kan zeggen van joh, ik zie dat je bijvoorbeeld in België ben je helemaal niet te vinden. Hoe komt dat? Ja. Hey, eigenlijk leg je zeg joh, daar ligt een kans en ik wil die kans pakken voor jou. en uh, dan is het wel belangrijk ook met, uh, met het bepalen van je niche, dus uh, die eerste stap dan, dat je wel iets kiest waar je dan een passie voor hebt denk ik toch? of hoeft dat niet per nou, se. nou, ik vind dat wel fijn, ja. maar aan de andere kant joh, uh, als je als het verkoopt, ja dan, mag, dan krijg je er zelf al passie voor. Ja, maar, maar het is wel goed dat je goed je je shit onderzoekt. Hmm. stel dat nou iemand bij, stel ik ben leverancier en ik, ik maak iets met trots, en er komt iemand bij en die snapt er helemaal geen toetsen en bellen van. Heb ik er dan vertrouwen in? Mm -hmm. Ga ik dan mijn energie in hem steken? Mm -hmm. Nee, maar als iemand mij gerichte vragen stelt, en vragen dan denk ik: hey, daar heb je goed over nagedacht. Ik was bijvoorbeeld bij een leverancier. Prachtig mooie buitenhaag. Waanzinnig ding kost uh, 5000 euro, 5.500 euro. Mm -hmm. Nog niet veel leveranciers, maar ik zag het op een beurs. Ding. Dit vind ik vet. Ja. Ik had het thuis laten zien aan mijn vriendin. Ze zegt: Nou, het lijkt wel een crematorium. Hè, die vond het helemaal niks, maar ik denk: ah, qua design gaaf. Dus ik naar die leverancier toe. Ik zeg: Ja, ik zeg, want het was een, uh, een buitenhaag, maar ook barbecue. Een mm -hmm. mooi ding. Ik zeg: maar Over die barbecue, jongens, hebben jullie echt niet goed nagedacht. Ik zeg: Waarom heb je dan een roostertje met erom nog een dingetje om je stokjes op te leggen? Daar heeft hij helemaal niet nodig. en mm -hmm. zeggen ze. Ja, ja, maar dat is meer jouw ding dan. Dat snap jij wel veel van. Mm -hmm. ja, ja, misschien. Je maakt het hier allemaal zelf. Dus ja, je kan het ook weglaten, natuurlijk. Hè? Dus uh, ik probeer daar wel die discussie aan te gaan. Om te zeggen, well, joh, ik heb er echt wel over nagedacht om hier langs te komen. Mm. En uh, dan ben je eigenlijk een heel, het, het gaat gewoon door je goed gesprek hebt. Mm -hmm. En als je denkt van joh, ik heb er geen goed gevoel bij. of die andere, dan heb je in ieder geval een goed gesprek gehad. Ja. En bij mij is de eerste binnenkomer. Ik, koop, ik neem altijd iets mee om het ijs te breken. Um, want op zelf, op zo'n gesprek bij zo'n leverancier, heb ik toch wel een beetje bepaalde zenuwen. Terwijl ik erheen ga met de, met de mentaliteit van, joh, wij gaan zaken doen. Want anders kom ik niet hier, anders nodig jij hier, mij niet uit. Dus wij gaan sowieso, gaan wij iets doen. Want anders is het zonde van onze tijd en dan werk ik niet. Dus ik neem altijd worstenbroodjes mee. Ik ben hmm. uh, vervent uh, sponsor van de worstenbroodbakker. We hebben net ook uh, een paar op. Ze dus waren lekker, het lekker lekker. Dus wij gaan zaken doen zaken doen. Hee, we hebben barbecue het, nodig. Het, 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 het ijs is gebroken. Hè, je hebt je vragen gesteld, je hebt je shit onderzocht en dan is het zeggen van joh luister, zullen we samenwerken? Mm -hmm. En dan is de vraag, dan krijg je natuurlijk alle obstakels en dan is mijn ding van joh, waarom niet? Laten we het gewoon proberen. Mm -hmm. Weet je wat heb je te verliezen? Ja, als er iets niet goed vindt. dan zeg je het gewoon. Maar wat heb jij te verliezen dat ik nou mijn best voor jou ga doen? Mm -hmm. En ik heb het goed doorgezocht. Kijk maar, ik heb goed mijn cijfers in orde. Ik heb alle vragen kunnen pareren. Ik heb er echt over nagedacht. Wat heb je? En als iemand dan zegt, joh, ik wil het niet. Dan is jouw kracht om het te zeggen. Wie ook gaat proberen te ondermijnen. Als iemand echt denkt van, ja, dit wordt echt een gebed zonder einde. zijn ook mensen die echt met de hakken in het zand staan. Dan kan je ze natuurlijk echt proberen te overtuigen. Maar hey, nee is ook een nee. Ja, dan, uh, dan is het ook zo. Ja. Dus ja, dat is net dat is in de disco. Ik bedoel, uh, ja, <laughs> ja. Dan uh, moet je op een gegeven moment ook zeggen van, jongens, uh, daar niet. Prima. Ja. Ook goed. Oké. Okay. En, um... Je gaf mij ook aan dat jij, uh, uh, het gaat nog over dat stukje van niches, dat jij ook nog een vijftiende boek hebt geschreven, uh, en dat is niet echt een kookboek, nee. maar een ander soort boek. Uh, en daar staan, uh, staat niet één recept in, maar er staan 500, 500. niches in. Ja. Over wanneer mensen dus uh, het heel erg lastig vinden om dat te kiezen of te weten van, oké, okay, wanneer heb ik, een, uh, heb ik een lucratieve niche? Daar heb jij eigenlijk een oplossing voor. Uh, ja, het zijn eigenlijk handvatten ja, he, want uh, het is best moeilijk, weet je, als je dan komt, je zegt van, joh, ik ga dit proberen, ik ga dit doen, mm -hmm. he, want die mindset moet er zijn. Ik ga dit gewoon rocken. En of je het nou doet voor je zegt van, joh, ik wil een side hustle hebben, of ik wil mijn baan ga ik wil uit die red race, ik wil gewoon meer tijd besteden aan mijn gezin, aan mijn eigen, he, dat welbekende vrijheid, wat jij al zei. Ja, ja. Ik wil zelf bepalen wat ik doe. Dan is het soms wel eens moeilijk, omdat je door de bomen het bos niet meer ziet. Mm -hmm. nou, daarom heb ik echt al heel vroeg al heel, al die niches een beetje opgeschreven, in kaart gebracht. En zijn er, uiteindelijk zijn dat er 500 uh, geworden. <laughs> ja. Dus dat is best wel wat. En uh, ja, die, die geven we weg, hè? Dat is wel ja, tof, hè? Ja, ja, dat is hartstikke tof. Um, en daar hadden we ook wat over afgesproken: dat je, wanneer mensen denken, van, nou hé, hey, die wil ik ook hebben. Wat best wel logisch is als je ook deze podcast kijkt. Um, dat ze dan jou een DM kunnen sturen. De link uh, naar jouw uh, DM op Instagram staat in de beschrijving. Ja en uh, dan kunnen ze zeggen hey uh, nou gewoon DM gewoon met lotgenoten Lot of lotgenoten ja. en uh, dan krijgen ze dus ook uh, zo'n boek uh, kunnen ze dan uh, krijgen ja ja zeker ja. en zo'n dus je... online boek hè ja natuurlijk ja, 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 ja nee, ja. nee het, alles online natuurlijk ja, 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 ja. <laughs> Maak e-commerce e natuurlijk <laughs> nee en ook als je dan meer over e-commerce wil weten of high ticket wil weten ja, dan feel free to ask hè ja. Ja. want het is echt wel onontdekt en dat vind ik zo zonde ja. en dat is ook elke keer uh, we hadden het erover in ons voorgesprek denk ik van, god, waarom ben ik hier niet eerder achtergekomen... terwijl zoveel signalen mijn kant op kwamen van... hey, denk eens aan, in dit geval was het dropshipping... maar waarom heb ik nooit die stap genomen? Het is vaak een beetje angsthazen gedrag aan mijn kant... Hè, door je nooit je bal op het hakblok durft te leggen. Mm -hmm. En nu steek, zie ik steeds vaker, als ik dan podcastluisters van jullie of andere verhalen hoor... Yeah. ik hoorde laatst het verhaal van die gast van Easy Toys... Ja, die is hier gisteren geweest. Ja, echt toevallig. Oh, dat wist ik dus niet, hè? Erik Iedermaar, ja, ja. ja. Ik wou het nog die, aanhalen. Die doet niet veel. Uh, die heeft op uh, de webwinkel hij een presentatie gedaan. Mm -hmm. Ik denk, ja, maar jij bent ook, jij hebt ook gewoon. Het is gewoon doen. Ja. <laughs> nou, ik zal je vertellen wat ik bizar vind bij hem. Want ik heb het letterlijk hier net opgeschreven. Easy Toys. Hij is eigenlijk precies met dit businessmodel begonnen. Hij is begonnen met dropshippen via Pabo. En ja. toen de tijd, uh, ja, webshop in uh, sekspeeltjes die ook. Ja, eigenlijk een soort van wholesale en dropshipping day. Maar nu heeft hij het gekocht. Hij heeft Een paar jaar terug heeft hij Pabo gekocht. Dus hij heeft Easy zo groot gebouwd... Ja. dat hij nu de eigenaar is van de, de handelaar... die hem eerste producten stuurt. Maar zijn dat verhaal is, is ook... Mooi. want hij zat volgens mij in een uitkerings... Uh, en toen is hij ja, begonnen. Klopt. Mm. En ik vind zijn verhaal uh, zo motiverend. Ik denk, ja, weet je... dat is gaaf. Daar krijg ik zoveel kracht en energie van. Mm -hmm. En... Um, dat is ook niet gelinkt aan leeftijd, weet je wel. Ik bedoel, uh, ik ben 44. Ik ben begonnen toen ik 40 was. Ja. Oh man, en dat is weer. Had ik het gedaan toen ik 30 was, weet je wel. Dan had ik zoveel. Uh, dan had ik niet 14 boeken geschreven. Maar dan had, nee. ik wel, uh, <laughs> hè, dan had je dat eerder onder de knie gehad. En dat weet je, dat is nou niet zo. Maar uh, daarom probeer ik mijn kinderen te zeggen: joh, luister, er is veel meer dan werken voor je baas alleen. Tuurlijk is het belangrijk dat je leert werken. He, dus uh, mijn dochter van negen, die werkt ook al. Niet gedwongen hoor, maar uh, die werkt in een koffietentje. Daar brengt ze de koffie weg en ze mag het voor je houden. Nou, ja. dat, is, dat is chill als je negen bent. Ja. En ondertussen ziet ze al die ketchingetjes, hoort ze dan. Nou, als ze weet dat ze bij ons een ketching hoort, ja, dan komt er gewoon wel genoeg geld binnen. In plaats van 39 euro. Dus als een ketching is, is het feest. Want dan weet ze, oh, papa heeft weer een chill gemaakt. Ja. Dus die hoort dat en die raakt er gemotiveerd. En die zegt, joh, ik wil ook een websiteje hebben. Nou, die hebben we samen gemaakt. Oh, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Het stelt niet veel voor. Ik bedoel, laten we er eerlijk over zijn. Maar het is die mindset kweken. En zeker met jonge mensen, er is zoveel meer mogelijk dan. Werken voor een baas. En ja, ik ben begonnen met werken toen ik 14 was. Hmm. En ja, achteraf denk ik van, joh, had ik het allemaal eerder geweten? Hè? Hoe zou ik het opnieuw doen? Ja. Zou je het dan anders doen? En jij was ja. daar heel nuchter in. Dat je zegt, ja, maar dat moet je zo niet zien. Ik, ja. daar niet in. ik vertel je ook het verhaal dat ik uh, hoorde dat de bitcoins op de markt kwamen. Want ik denk, nou, wat is, dat is echt een, uh, is een verhaal Ja. ja, ja daar ja, ga, ga ik echt niet in mee. En, en nu denk ik van, had je maar, hè? Ja, ja, maar ja, ja. Dat, uh, daar koop je niks voor. Nee. nee, daarom joh. En ja. ik denk dus ook met zulke situaties: van, ja, het is al geweest. Het enige wat je kan doen is daarvan leren om ervoor te zorgen dat wanneer het nu weer zo'n kans langskomt, dat je dan wel met beide handen aangrijpt, toch? Ja, en dat is in het dat leven. Dat heb je wel hè? gedaan ook. Hè? Ja, ja, maar iedereen krijgt kansen. Ja. En dat is juist leuk om die kans te nemen. En dat is ook echt het ondernemerschap wat ik steeds leuker begin te vinden. Ik vind koken waanzinnig. Hè, tv is waanzinnig. Koken is echt het. Ja, ik kan eigenlijk Niks anders denk ik altijd. Maar daar ga ik altijd wel voor, daar ga ik ook heel goed op. Maar ik merk steeds meer dat ik het ondernemen leuker en leuker vind en dingen ontdekken wat je niet weet. Toen ik via begon met nul kennis. Ik wist er helemaal niks van. En als je kijkt in zo'n korte tijd wat je kan bereiken als het gaat om kennis, en dat daar een beetje een omzet bij komt die ook leuk is. Ja, dat is wel gaaf natuurlijk, weet ja, je wel. Dat ja, is ja. gewoon erg, echt kicken. Ik weet 99% zeker dat jij geen winst gaat maken met je beleggingen. Als je naar de onderzoeken kijkt, blijkt dat 96% van de beleggers de aandelenmarkt niet verslaat op de lange termijn. Sterker nog, op een termijn van 30 jaar lukt het zelfs 99% van de beleggers niet om de markt te verslaan. En toch weet ik zeker dat ook jij wel winst kunt maken met investeren. Maar dan moet je wel kiezen voor de simpele weg. En dat werkt als volgt. Stop met het kiezen van losse aandelen in de hoop dat je weer zo'n winpakt als Nvidia of Tesla. Gaat niet gebeuren. Je bent niet aan het beleggen, je bent gewoon aan het gokken. De vraag is uiteraard: hoe kan ik dan simpel en slim investeren? En het antwoord is kort en krachtig, namelijk zo vroeg mogelijk beginnen met passief investeren. Nou, zo vroeg mogelijk, dat is direct, dus nu. En hoe? Dat gaan we je straks vertellen, maar eerst hoe kun je het dan doen passief? Passief investeren. Nou, ik doe dat door simpelweg periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, te investeren in ETF's zoals de SP 500. Zo koop ik aandelen in de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse beurs. Nou, dat is dan vrij duidelijk. En dan is de vraag hoe? Ik doe dat met Trader Public. Stop met aanklooien en bouw langetermijnvermogen vermogen met Trader Public. Je kunt namelijk automatisch investeren zonder transactiekosten in meer dan 5000 ETF's, waaronder ook de SP 500 of de MSCI World. En als je echt wilt losse aandelen. Daarnaast krijg je 4% rente op een saldo tot 50.000 euro. En het mooiste is, je kunt altijd bij je geld en het valt onder het Europees depositogarantiestelsel. Dus probeer de app gratis uit via de link in de beschrijving en begin met beleggen. Hey, anders van nu verder gaan met die stap, hè? Ja. Uh, we waren bij de leveranciers, vinden? Ja, ja. Dus ja, we hadden ja. niches, uh, niches kiezen, dan leverancier. Uh, dan is het je... tijd om je site te bouwen. En dan wordt tijd ja, je het tijd. Ik vergelijk het eigenlijk een beetje met een, altijd met een huisje. Weet je wel, een ja. winkeltje. Kijk, als je je niche kiest en uh, je kiest uh, iets wat totaal niet. Wat, wat niemand nodig heeft, ja, dan is het niet zo'n goede niche. Mm, dan ja. ga je tijd voor je huis bouwen. Dus je gaat je site bouwen. Wat mijn tactiek is altijd, ik ga altijd hele gave sites vinden die ik heel vet vind. Bijvoorbeeld mm. uh, Apple, uh, Bangoel, zijn strakke sites. He, maar dat kan ook een andere site zijn als je zeg maar de matrassenkoning bent. Dat is ja. weer een heel andere sector. Ja, dus je moet wel binnen je sector gaan kijken. Ja, nou ja, of dingen die jij gaaf vindt qua uh, siteformule. Ja, He, dus mm. ik oh, maar dat is. Slim, hun doen dat slim, maar dat kan ik ook daarop toepassen. He, dus dan uh, ga, je, ga je bijvoorbeeld voor uh, uh, het feit dat jij de echt uh, de gast bent die alles voor de laagste prijs neerzet. Ja. Dat is een andere uitstraling als je zegt, luister, wij hebben ons merk, wij zetten ons wat high-end neer. Ja, dus daar moet je eigenlijk naar gaan kijken. Je kunt best naar andere niches en branches kijken, maar kijk dan naar een soort vanzelfde insteek qua klant. Dus wil je inderdaad premium uitstralen. Juist. ga dan niet de Big Bazaar website checken. juist En vice versa, je wil je budget uitstralen? Ja, ga dan niet. De maar Apple het hoeft website. niet te zijn dat Big Bazaar dat dat geen goede website is. Weet je mm. wel? Maar het is maar net de uitstraling die je wil doen. Nou, Ken ja. je doelgroep. Juist. En die, dan ga je denken van oké, okay, die ga ik namaken. He, dan ga je namaken. Of je doet daar inspiratie uit. Dus um, ja dan ga je zelf met Shopify ga je lekker aan de gang. Nou, dat is natuurlijk ook wel uitvissen hoe dat zit. Want het is tegenwoordig zo uitgebreid als jij een thema hebt, denk je, wow. Echt. Uh, ja, veel, dat is veel werk. Mm -hmm. Ja. Nou, ik kan er natuurlijk ook altijd hulp bij vragen. Maar zelf uitzoeken is wel het leukste wat, uh, wat er is. Ja. Uh, zeker met terugwerkende kracht kan ik dat zeggen. Maar mm -hmm. ik heb echt zoveel nachten gehad dat ik denk van. Waarom krijg ik dat dingetje nou niet in de juiste kleur? <laughs> hoe werkt het? En dan heb ik al die dingen gedaan. Ik, en dan snap ik het echt niet. En dan vraag ik hem: Oh, dat doe je zo. Ja. Dan heb je het wel geprobeerd. Dan ben je twee uur mee bezig geweest. Dat is wel echt uh, waste of time. Maar je hebt er wel naar gezocht. Ja. Dus zo leer je het wel doen. Nou, je maakt dan die site. En die maak je eigenlijk van hoe jij die site wil doen. Dat jij denkt van wow, dit is echt een vette site. Hier ben ik echt trots op. Ja. En je laat die aan wat mensen zien. En ja, die geven jou dan kritiek. En doe daar wat mee. Ja. En... Um, wat ik heb gedaan, ik weet nog van mijn allereerste website uh, van Michael Kitchen. Ik had er een, een kleurenschakering. Ik was dus designer, ik was heel felgroen en ik liet dat zien. En iedereen zat te kijken: van, Nou, dit ziet er echt niet uit. En ik was helemaal <laughs> overtuigd. Ik denk: dit is heel keihip. Vet, ja. ja, Danny, dit ziet er niet uit. Hm. Echt niet? Nee, ja. En dan moet je ook over je eigen ego heen stappen. Dan denk je: denkt, ja, Misschien hebben ze wel een puntje. Zeg maar, dit zijn mijn klanten. He, want je moet vanuit het klant beredeneren. Ja. En uh, ja, luister ook naar kritieken, naar die opbouwende kritieken. En zorg dat die site gewoon straks zat als een snaar. Nou, dan heb je dus je leverancier, hè, uh, of je hebt je, je niche. Dan kan je met die site, die kan je inrichten met bijvoorbeeld een paar producten van zo'n leverancier. En dan kan je daar naar zo'n leverancier gaan. En dan laat je wat zien. Ja, want dat is eigenlijk de stap daarna. Dus je weet welke leveranciers je wilt. Ja. Maar nu moeten ze jou nog willen. Juist. En dat doe je dus met cijfers, maar ook met een je denkt van wow. Hier sta ik wel even stel van achterover. Hier staan alle tekeningen op. Hier staan alle pdf's op die je wilt downloaden. En het hoeven niet 100 productpagina's te zijn. Als er één of twee zijn, is het goed. Want stel dat het een nee wordt, ja, dan is dat zonde van de tijd geweest natuurlijk. Ja, ja. Alleen, dat is het typische. Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. En dat moet je bij die leverancier doen. Die moet echt gewoon binnenkomen dat je denkt, bam, hier ben ik. Hmm. En als ze denken, wow, en dat is ook, dat moet alles meezitten, je moet het goed plannen. Worstenbroodjes moeten lekker zijn. Hè? Uh, je site moet strak zijn, je cijfers moeten goed zijn. Als je dat allemaal hebt, ja, dan, sta je al, dan sta je al gewoon 2-0 voor. Mm -hmm. Hoe uh, serieus moet je dat echt aanpakken? Want ik weet nog wel dat ik, toen ik begon met ondernemen, toen ben ik anderhalve maand bezig geweest met een uh, webshop en dan. Weer optimaliseren, weer optimaliseren, ja. en dan weer dingen opzoeken, elementen. Ja, weet je, het is nooit goed, joh. Geadvanceerder maken. Dat, maar, maar, maar dat maar. is hetgeen, wat zoveel mensen struikelen daarover. Wat voor kleur moeten bijbutten zijn? Ja, ga gewoon verkopen. Weet je wel, het is nooit klaar. Ja. Wij zitten nog steeds aan onze sites te, te tweaken door je te ah, dat moet beter. Eh, ik was laatst een hele grote fout tegengekomen. denk, hoe kan dit nou zo lang fout hebben gestaan? Weet je wel. Ja. Uh, je blijft bezig. Ik bedoel, uh, ja. Wat het is een fout is dat dan? Ja, nou, dat was gewoon op een productpagina dat ik daar een hele sumire tekst had gezet dat ik denk van oh kan ik heb hier gewoon alle hoe kan dit nou verkeerd zijn gaan? Een van mijn topproducten die ik verkocht ja, ja, ja. Met, met een 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 kap ja dat het veel te kort was ik, ik kan veel beter ja. He, en dan kom ik daar pas achter daar en denk wat dom zeg jeetje en dan ga je het nou optimaliseren maar het is toch nooit klaar wat nee. belangrijkste is ga online Ga verkopen. Want als je elke dag je niet online bent, heb je niks verdiend. Hmm. Oké, okay, dus dan bouw je dus je webshop. Dat is dan ook uh, stap drie in mijn hoofd. Ja, webshop. Ik, ik hè, dat loopt een uh... beetje samen met het zoeken naar leveranciers. Hè? Ja, ja, ja. Gaat het gaat een beetje in aan. De leverancier hoe jij je website ook gaat bouwen, natuurlijk. Ja, maar als jij een, als jij een leverancier van uh, bijvoorbeeld, stel je gaat Ferraris kopen, verkopen en je maakt een Big Bazaar website. Ja, dat is natuurlijk uh, slang als een tang op een varken. Als er iemand <laughs> een Ferraris gaat dropshippen na deze podcast, dan wil ik echt een DM ontvangen. Dat <laughs> ja. zou ik heel moeilijk vinden. Ja. Ja, wil jij een Ferrari ja. kopen, jongen? Nee, ik wil niet kopen. In principe zou je zulke dingen wel gewoon kunnen doen, toch? Bijvoorbeeld Tesla's. of... Uh, nou, Tesla's, ik, denk, Tesla's, ik denk serieus Apple, dat je huizen als. kan dropshippen. Huizen? Ja. Ja, dat nou dat ja, het is, wat, is dan gek dat, is, dat, dat bij je is thuis komt, want dan zoek je naar huis, dus dat is een beetje raar. Ja, maar ja. ik denk dat uh, als je het kijkt naar online, mm -hmm. ik denk dat alles online kan. Ja. Ik denk, en dat vind ik het raar, ik denk van, als ik met mijn summere kennis een, een fornuis van 12 roodjes kan verkopen online. Hoe moeilijk kan het dan zijn om iets wat, wat minder geprijsd is te verkopen? Ja. Hoe, hoe ja. moeilijk kan het zijn? Is, is het niet zo dat hoe duurder het wordt dat het misschien juist ook makkelijker wordt omdat je gewoon meer aandacht richt aan dat ene. Ja, maar je moet wel heel, zoeken, heel hard zoeken naar de klanten die het willen kopen. Ja man. En ik weet ook niet of dat bij consumenten hetzelfde is als bij zakelijke klanten. Consumenten die veel geld uitgeven kunnen nog steeds fucking zuur zijn. Ja, dat principe inderdaad. Ja, ja. dat principe dat ken je ook wel, toch? Die meme van een klant van uh, 500 euro. En dat hij dan heel veel eisen heeft. oh 50.000 ja. euro. Nou, dat zien we hebben vaak mensen die wat minder besteden. Ik ben blij met iedereen die wat besteedt al kopen ze, weet ik veel, een pollepel. Prima. Hartstikke fijn dat ze het vertrouwen geven. Maar je ziet wel dat de mensen die het minste uitgeven. De meeste uh, klachten of dingetjes hebben. Ja. Ja. En dat kost heel veel energie. Ook weer een reden voor mij om niet te gaan uh, low ticket dropshippen. Mm -hmm. Ja, ik trek dat gewoon niet. Nee, nee. Hebben we nooit eraan gedacht om echt een product te gaan verkopen van 25.000 of 30.000 euro? Ja, heel vaak. <laughs> <laughs> heel vaak. Maar dat is ook weer met focus te maken. Hè? Ik ja. wil eerst dat oh, ja, alles ja. gewoon helemaal top gaat, top gaat. En. Um, ja, dan denk je van, joh, als ik dat ga doen, dat is een big step, want ik heb er echt natuurlijk vaak over nagedacht. Ik zie vaak huizen, dus ik denk, ja, tiny houses, een waanzinnige niche, weet je wel, als ik in opkomen. Super. Maar dan wil ik het, denk ik van, ja, maar dan moet ik een goede configurator hebben. Dan in mijn hoofd ben ik dan al die site aan het maken. En dat is weer mijn, mijn ding. Ik, het moet heel lang incuberen. Bij mij wil ik actie ondernemen om dan het goed te doen. Maar eigenlijk zat dat in mijn hoofd, staat het eigenlijk al klaar. Ja. Dan, denk ik, ja. Ah, dan ga ik die stappen doen. Ja. Dus al die... Al die uh, Punten dat ik denk van um, um, dat kan een, 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 een up geven, die ja. wil ik al ondermijnen. Mm -hmm. En ja, anders, want als ik ga beginnen en ik denk van joh, dan heb ik weer een tegenslag. Ja, dan, dan, dan heb ik liever al van tevoren getriggerd. Ja. oké, okay, Dus dan hebben we op een gegeven moment ook onze mooie webshop. yes Dan moeten we nog iets gaan doen om ervoor te zorgen dat er ook klanten, of tenminste, nog geen klanten, potentiële klanten. Ja. Website gaan bezoeken. Ja ja, het is een harmonie. Je hebt je huisje, dat is je site. Ja. Hè? Je huis moet er mooi uitzien, die deur moet er mooi uitzien. Als, er, uh, als je site uh, niet mooi is. Bijvoorbeeld uh, als je als je langs een huis loopt en er zit graffiti op de muur, het ligt wel, onderpoep op de grond. En dan denk ja, ga ik daar naar binnen, maar je doet toch die deur open met je zakdoekje. En dan kom je ineens een hele mooie winkel binnen en denk ik wow. Maar vervolgens verkopen ze dus ha uh, halsbanden uh, voor hamsters met swarovski kristallen die echt niemand zoekt. Mm -hmm. Ja, dan is jouw niche niet goed. Dan is jouw uh, jou structuur van jouw site toch goed, maar dat is jouw homepage, jou, jouw uiterlijk niet goed. Mm -hmm. He, dus het moet allemaal kloppen. Nou, als we het allemaal in orde hebben, dus onze site is goed, onze niche wordt gezocht, onze structuur is goed, we hebben het goed getest, we hebben leveranciers gevonden, dan moeten we gaan adverteren. Mm -hmm. En adverteren, uh, ja, ik vind er geen flikker aan, ik heb in mijn leven nog nooit een advertentie opgezet. Nee? nee, nog nooit. Ik oh, geloof waarom al... dat niet dan? Nou, ik vind het echt. Uh... Ik zal een voorbeeld geven. Als ik jou een recept geef van, uh, van Focaccia brood, ja. en jij gaat dat maken voor ons wij komen Lijker. volgende week en je hebt keihard je best gedaan en ik neem er eentje mee waarvoor ik getraind ben om dat te doen en jij neemt er eentje mee en jij proeft een. en ik, god het is nog steeds kut en je proeft die maar ja zo moet hij en je gaat het volgende week weer doen al wel beter maar het is steeds niet helemaal goed dan gaat de week achter elkaar zo door totdat je denkt nou heb ik het maar dan heb je al heel veel weken heb jij overgeslagen zo dacht ik ook bij adverteren we hebben in onze, in onze uh, HTX, hè, onze High Ticket Academy, hebben wij gewoon waanzinnige content voor adverteren. Maar ik heb ervoor gekozen, omdat ik toch al gewoon ja, ik, ik verdien nog gewoon geld. Ik joh, brood haal je bij de bakker. Ik kies ervoor om dat uit te besteden. Maar ja. ik heb ook vrienden, uh, tenminste, ook coaches bij ons, die hebben het zelf gedaan, die draaien, die knallen. Die draaien het draai echt goed. Maar Ik vind dat gewoon niet leuk om mm. dat te doen. Ja. Ik richt me meer liever op hè, niches, op uh, klantenbinding. Uh, dat vind ik echt leuk. Want als ik iets ga doen tegen mijn zin, dan wordt het toch niet het topresultaat wat je wil hebben. En ik kan echt wel de saaiers lezen op Google. Ik weet wat ik moet lezen. Alleen opzetten, joh, laat iemand anders dat doen. Ik betaal er echt graag voor. Mm -hmm. Interessant, want met een webshop zeg je wel van: hé, hey, dan ga ik lekker zitten. Ja, maar dat vind ik zetten. leuk. Dat vind ik leuk, <laughs> ja. Dat ja, ja. dan vind ik zelfs het pielen leuk. Want ja, als ik twee uur aan iets moet zitten en ik vind het niet leuk, ja, dan, dan kap ik er ook mee. Dan klap ik hem dicht. Ik zoek het maar uit. Nou, dat punt had ik. Met onze module over, uh, over uh, ik denk ik, ja, interessant, maar niet voor mij. Mm. Dus ik heb gekozen om het uit te besteden. Maar ja, ik, we hebben resultaten in onze, in onze academy. Ja, dat zijn mensen die het hebben zelf opgezet. Die hebben zelf een eigen advertentie Die draaien ook gewoon hartstikke goed. Dus ja, je weet in ieder geval dat dat gewoon goed is. Ja. Maar ik begin daar niet aan. Ah, oké. Okay. Dus dan is het wel zo. Dan gaan we dus. Uh, ga je vervolgens ads draaien? Ja. En wij draaien dus Google Ads. Je kan natuurlijk op Facebook richten. En dat is ook weer een verschilletje met gewoon uh, dropshipping. Mm -hmm. um, wat ik al zei, hè, bij ons wordt je gezocht. Dus wij hoeven niet eindeloos te testen met speciale ads, creatives of ze goed zijn. Um, mensen zoeken, zijn al op zoek naar ons. Ik bedoel, als jij die Ferrari zoekt, ja, dan ga je niet zoeken op Lada. Nee, nou, je gaat zoeken op Ferrari. Hè? Nou, in mijn geval, hè, mensen zoeken bijvoorbeeld naar uh, barbecues. Nou, dan heb ik een Barbecue Avenger Barbecue die. Mensen hebben al gekeken van: Oh, ik wil een barbecue hebben en uh, dat merk vind ik wel gaaf. Hebben ze gezien op weet ik veel waar op Inter, Pinterest of zo? Die gaan zoeken. Nou, dan komen ze op een of andere manier bij mij terecht. Mm -hmm. Dus dan heb je bijvoorbeeld twee soorten advertenties bij Google: je hebt je tekst ads en je hebt je shopping ads. Nou, die kan je gewoon kopen. Dat is gewoon een kwestie van de, de juiste bieding doen. Nou, dat doet gelukkig een bedrijf uh, voor mij. Maar als je dat zelf kan, helemaal top. En als je, dan heb je ook nog een derde, en dat is SEO. Dus als je je teksten goed opschrijft, als je bepaalde zoekwoorden goed opschrijft en het wordt goed door Google geïndexeerd. Dus je wordt eigenlijk een vriendje van Google. Je wil heel waardevol zijn voor de mensen die zoeken. Dan kom je organisch boven te staan. En dat is helemaal lekker. Want dat zijn gratis bezoeken. Dus dan gaat jouw ad spend, ja, is niks voor een sale. Ja. En dan wordt je autoriteit ook sterker. En dat is het punt waar je naar op zoek bent eigenlijk. Dat, eigenlijk, dat je een heilige driehoek hebt. He, dus dan heb je, je je advertenties goed, je hebt je text ads, je shopping ads, maar je ook organisch sta je goed. Dan ben je op drie punten ben je te zien online. Dus als jij dan die klant bent die zoekt naar dat specifieke product en ze zien jou op drie punten staan, dan is jouw vertrouwen is al een stuk hoger. Mm -hmm. En dan is de kans dat ze jouw winkeltje binnenlopen, omdat jij een heel mooi winkeltje hebt gemaakt. Mm -hmm. he, dat je geen graffiti op de deur hebt, je hebt een mooie homepage gemaakt en het klopt allemaal, is die veel groter. En dat ze bij jou gaan kopen, omdat je die autoriteit uitstraalt en omdat alles klopt. En daarom doe jij, doen wij ook vrij lang, ja vrij lang, wij doen gewoon, we kunnen heel lang doen met de site, gewoon tientallen jaren, omdat jij gewoon op een gegeven moment master jij dat product. Ben je marktleider, geef je zoveel waarde aan Google. En dan bouw jij eigenlijk, je site wordt heel waardevol, niet alleen voor jouzelf, voor Google, maar ook voor eventueel, hè, voor de next step, als jij zegt van joh, luister, ik ga die site verkopen. Want dat kan ook nog een optie zijn natuurlijk, hè? Dus uh, het, je, je moet die basis, die fundering, die moet op alle vlakken goed zijn. En daarom is high ticket is echt een, een, echt een langetermijnvisie. Dus zou je binnen 30 dagen 10k om kunnen draaien? Ik denk het echt wel. Maar dan moet je echt, ja, dan moet je echt super gefocust. En je moet er echt voor gaan. Ja. Want eer dat je advertenties goed en ge geoptimaliseerd zijn, er zit ook wel een tijdje tussen. Dus daar, dat is iets waar heb jij geen hou vast op, weet je wel. Dat, dat moet Google doen. Mm. En ik denk echt wel dat het zou moeten kunnen. Zou het goed zijn? Dan denk ik van ja, weet je, ik geloof meer eigenlijk in een, uh, een langzaam stijgende lijn... dan een lijn die heel hoog gaat. Want als je heel hoog gaat, dan ga je ook weer heel snel heel laag. En ik bouw liever op naar iets. Hmm. Dat, het, uh, dat ik denk van, joh, ik bouw langzaam een business op... en dan, uh, als er dan een tegenslag is, is die tegenslag ook niet heel diep. En dat is, het heeft met alles te maken, weet je wel. Uh, ad spend. Ik heb nooit meer adspend gehad van dan 1800 euro in een maand. Hm. En toen hadden we een keer een onderzet, was, het, ja, was een 80k maand was dat. En met low ticket, en dat is niet om dat af te... Zeker niet, want het is hartstikke gaaf als je dat goed door hebt. Hè? Ja. Uh, denk ik van ja, die zetten dat in een week om. Zo, so, nou, ik vind, vind dat wel spannend dan weer hoor. Ja. <laughs> ja. En als je dan kijkt naar SEO... Uh, Denk ik over ja, okay, SEO, dus uh, het schrijven van teksten. Nou, dat is niet uh, mijn beste skill. Uh, misschien moet ik dat ook weer gaan steeds zou ook nog kunnen. Maar het is best wel, uh, als ik denk aan SEO, het schrijven van blogs bovenaan komen. Het, is met, uh, het heeft met heel veel dingen te maken. En je kan er ook echt een bureau. Ik heb dat laatst met iemand, uh, ben ik daarmee in de diepte gegaan. Hè, tot aan uh, opbouw van linkbuilding toe en dat soort dingen. Hè, dat soort dingen komen ook allemaal bij ons in, het, in, in ons traject. Uh, Komt dat tevoren? Alleen. Dat is iets op langere termijn. Mm. En waar het begint is gewoon goede informatie geven, waardevolle informatie geven. En ook die zoekwoorden, die kan je ook weer testen. Dus dat zoekwoord waar jij als niche uh, hebt, dat kan je als hoofdwoord doen. Dat doe je in een, uh, doen wij altijd in een, in een, uh, ja, een, een, een SEO-tool, eigenlijk, die wij geven. Dat is eigenlijk een soort hack. Uh, dat wij goede seo teksten schrijven. Dat die altijd up-to-date zijn. Dat zijn gasten die doen het ook voor hele grote bedrijven. En we hebben een maniertje gevonden om in een, in een gratis trial te blijven. Dus Wat voor zeg... tool is dat? Huh? Welke tool is Text dat? Text heet dat. Ja, dat gaat natuurlijk dan volgende week gelijk veranderen. <laughs> yeah. Nee, maar dat, uh, dan, zit er eigenlijk een, uh, dan kan je dan tien dagen trial doen. En um, een abonnement is echt wel heel prijzig. Want er zitten echt banken bij en zo. Maar goed, weet je wel, wij hebben, het is niet dat wij... Honderdduizenden producten hebben. Hè. Ik heb een vrij, vrij klein scala mm -hmm. van producten, hè. 20, ja. 30 van die dingen. En die zegt: van... Joh, ik pak dit zoekwoord. En die zegt dan: joh, Daar moet je je hoofdletters zijn. Daar moet je capital zijn. Uh, mm. H1, H2. Zet daar een link in, zet daar een fotootje in. En die vindt het dan ja. af. Hartstikke makkelijk. Maar als je in die trial uh, een gratis abonnement neemt, dan krijg je een aantal credits. En die credits, um, je kan dan een tekst invoeren en dan zie je al die vinkjes goed. En dan kopieer je, plak je hem, zoek ik een ander zoekwoord in en zo blijf je altijd in die trail zitten. <laughs> gewoon nooit afmaken. Nee, ik heb dat een keer bij toeval gevonden, maar heel veel mensen zijn er heel blij mee. Ja, ja nou, nou, gewoon nooit nice. afmaken. Mooi is dat, hè? Goed ja, je wordt een ook. beetje creatief, hè? Dus SEO dus doe je wel zelf? Nou, dat heb ik. Ja, nou, maar nog niet goed genoeg, vind ik zelf. Ja, oké, okay, maar, wat, maar ik, wat, ja. Zegt, want wat zegt het resultaat? Heb je dat je op relevante termen ja, hoog mijn, staat? Nou, als jij naar mijn andere site gaat, de Avenger Store, dat is mijn barbecue store, dan sta ik, toetsen maar in, dan sta ik gewoon eerste pagina, sta ik alleen maar. Ja, en is dat ook, als, weet ik veel, uh, uh, kipspies bakken met de Avenger of zo, dat soort dingen? Of, nou, of? bijvoorbeeld, uh, je moet kijken wat jouw klanten willen. Ja. En dat is heel makkelijk. Als je bijvoorbeeld naar Google gaat en je toetsen in, maar Bij jullie bijvoorbeeld zeg podcast maken. Dan krijg je natuurlijk eerst allemaal advertenties. Jullie advertenties staan er misschien ook al tussen, weet ik veel wat. nee nou, adverteren niet. Oké. Okay. <laughs> dan zijn het de anderen. Ja, maar um, dan heb je ook waar mensen naar zoeken. En dan krijg je allemaal ja. vragen. Dat is eigenlijk super relevante informatie, want dat zegt Google al van: nou, dit zoeken mensen. Ja, dat is dat blokje ertussen, zeg maar, met die mm. drop-downs die online. je allemaal hebt. Ja. Dus dit zijn eigenlijk ja, al, ja, ja, ja. hier zegt Google al van: hé, hey, dit, dit zoeken echt mensen. Ja. Dus waarom schrijf je hier geen goed blog over? Ja. Nou, Hè, dit blog kan je ook weer uh, gebruiken in bijvoorbeeld een e-mail. Je kan het je gebruiken in een leuke download. Uh, noem het maar op. Het is allemaal relevante informatie. In mijn barbecue store hebben we dat bijvoorbeeld over houtskool. Dan hebben we hebben gewoon een heel stuk over houtskool. Uh, wat goed is welke houtskool, goed waver is. Ja, ik verkoop geen houtskool, maar wel barbecues. Ja. Dus mensen die daar zoeken, ja, ik verkoop houtskool barbecues. Dus ja, dan heb je wel... Uh... Goede link. Ja, dan heb je goede link. Ik gebruik dit ook wel eens voor research naar gast of onderwerpen. Dus dan typ ik hun naam of ja. hun onderwerp in op Google. En dan ga ik inderdaad ook kijken naar die vragen. Dan weet ik, wat vragen mensen zich af rondom dit onderwerp? En ja, dan heb je ook een site die heet Answer the Public. En die geeft oh, eigenlijk, ja. Ja. al die vragen geeft die ook weer, zeg ja, maar. Klopt, ja, ja dat is waanzinnig. En als je al die tooltjes weet, en die wist ik in het begin ook niet, hè? Maar dan kom je dan achter en ik, ja, makkelijk. Ja. Dan op een gegeven moment word je steeds rijker en uh, ja kom steeds meer op je pad van ah zo werkt het een beetje en dan ben je er nog niet helemaal hè? want als jij echt gaat optimaliseren dan is het ook gewoon heel goed om daar eens een bureau naar te laten kijken als je zegt van joh ik draai nou zo ik wil echt opschalen dan moet je dat zou ik dat ook wel een specialist naar laten kijken mm -hmm. maar wij kunnen gewoon echt beweren dat wij binnen nu uh, binnen binnen een termijn dat wij gewoon mensen kunnen helpen met het starten van een KVK tot aan gewoon het bouwen van een webshop met de leverancier ja, vet. en dat vind ik gewoon echt gaaf en dat het nog het vetste is dat op een gegeven moment ook resultaten komen. En daar ben ik echt trots op. We hebben dan ook uh, coaches, weet je wel. één op één coaches. En uh, ik heb zelf bijvoorbeeld een student. En ik, ja, daar ben ik gewoon echt hartstikke blij mee. Die kwam in augustus kwam die bij mij. En die had een omzet van ja, 1, 2, 1, 2000, 3.000 euro in een maand. Ja. En die hebben we nou opgeschaald. En we zitten, uh, we zitten nu, even kijken. Vijf, zes uh, maanden later. Uh, kijk, zitten we uh, zitten nou een 50 k-maanden. En vind ik zo kikken. Wat is dan het verschil? Ja, ze Waar heeft we gewoon we... geluisterd naar wat ik zei. <laughs> en Dat, <laughs> dat zou meer iedereen gewoon moeten doen. doen. <laughs> <laughs> nee, die heeft gewoon alles opgevolgd. Wat, wat wij hebben aangegeven. Ja. En wat, zij, wat wij in een-op-een een -een coaching. Hè, wat, zij, heeft dat traject, zij heeft geïnvesteerd in dat traject. Om dat te doen. En gewoon toegepast. Ja, en wat zijn dan een paar punten die jij nog uh, kan herinneren. Die jij als advies aan haar verdwaald. Ja, Eentje is door mijn namen door mijn naam. Door mijn naam. Uh, ik heb bijvoorbeeld een product en de Avenger, maar dat merk heet eigenlijk Avenger bij Heston Bloementaal Dat is echt Heston Blumenthal is een drie sterren chef uit Londen. Die heeft zijn naam aan dat product gegeven. Maar als ik aan mijn moeder ga vragen wie, wie is Heston Bloementaal zegt ze weet ik veel. Ik heb nog nooit van die vent gehoord. Nee, en maar, ik kijk best wel veel kookprogramma's. Ja. Nou, dat is een gast die alles technisch onderzoekt. Ik ben echt fan van hem. He, ik ben ook een keer bij hem gegeten. Waanzinnig. Maar ik denk, ja, maar dit is veel te lang. Ik zeg, joh, Avenger Store, Avenger Shop. Ik zeg, ik ga het gewoon claimen. Dus ik heb aan mijn leverancier gevraagd: joh, ik, ik, ik ga het eerst ik ga het eerst doen. Dus ik heb eerst al die namen geclaimd. Ze mm -hmm. zegt: joh, vind je ergens dat ik deze naam heb geclaimd? Nee joh, gewoon doen, lekker verkopen. Prima. Maar zo is mijn autoriteit op die domeinnaam is hartstikke goed. Hoger dan zij zelf. Veel hoger <laughs> dan zichzelf. ja. Want, uh... En zij heeft dat ook gedaan. Zij heeft haar, haar product heeft zij, uh, haar naam heeft zij geclaimd in haar domeinnaam. Ze heeft het. Eerst gevraagd. toegevraagd. Ja. Dat is sowieso mijn strategie, eigenlijk uh, door heel mijn leven eerst doen en dan vragen. Anders kan ik hem ook nog goed verkopen. Ja, ja. Aan ja. hun gewoon van uh, oké, okay, ja, dan mogen jullie mee hebben. Nee, hier. maar die zei ook: oh, lekker doen, lekker doen. Ja, en nu verkoopt zij zoveel. Dat zij een beetje spijt hebben van dat. En ja, ze kunnen zo. ze niet meer terug, natuurlijk. Ja. Alleen je moet wel, het is wel natuurlijk een precair ding. Want je wil je band met je leverancier, maar hij is het echt key. Kan je niet soms ook gewoon, ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, dat je gewoon die website op een gegeven moment verkoopt aan de leverancier. Dat ze gewoon zeggen: joh, jij bent zo'n groot afzetkanaal voor ons, kunnen we jou niet gewoon kopen. Ja, dat zou kunnen. Want dat zou ik helemaal geen Maar ik zou idee niet tof vinden, vinden als ik uh, retailer was en mijn leverancier heeft ook een eigen, die verkoopt zelf ook. Ik vind dat niet prettig. Want dan ben je altijd tegen hem aan het concurreren. Ja, tenzij ik hem verkopen en gewoon uit die markt. Vertrekken. Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar ik heb nog een geweten. Hè. Dat oh, uh, ja. misschien is misschien. Ja. Ja, dat was ik vergeten. Ja, het vaak met ja, dingen. Vergeten, ja. Dan denk ik, oh ja, dat is datgene wat ik mis. Geweten. Geweten, ah, ja. geweten, normen en waarden. Dat is allemaal ja. bagage. Dat moet je van <laughs> je af <laughs> man. <jouw laughs> nee, ik heb dat nog. Ik ben oh. heel ouderwets. Dat, nee, nee. dat voor het eind van de podcast ben je die kwijt. Oke, goed. Nee, maar het zou kunnen natuurlijk. Dat is maar net hoe je er zelf in staat. Alleen, dus daarom. Gewoon lekker als je een domeinnaam hebt. en je, hebt bijvoorbeeld, je gaat bijvoorbeeld, weet ik veel, wat. je hebt een merk. en je, kan, je ziet nog dat die domeinnaam vrij is van shop of store.nl.com. Gewoon claimen. Investering van 25 piek. kost je niks. Mm -hmm. En dan gaan vragen aan je leverancier. Je moet er wel overleggen, want dat ik ik gezegd. die band met je leverancier is echt key. Die ja. moet je echt goed houden. Um, dan vragen. En als je zegt. vind ik niet zo prettig. dan moet je daar gaan kijken van hoe gaan we het dan doen. Hou die naam lekker en verkoop hem dan aan hem. Dat is dikke prima. Maar hou die naam gewoon vast, want er kan niemand anders hem pakken. Ja. He, dus, uh, en die tactiek heeft voor haar gewerkt, die tactiek heeft voor mij gewerkt. Want dan wordt je autoriteit voor Google ook veel interessanter als mensen naar dat merkje zoeken. Ja. Interessant. Ik heb dat nog nooit echt meegenomen. In, uh... Nou, we hebben het wel gedaan zelf. Bro, lotgenoten.shop, lotgenoten dit, dat, zus, zo, we hebben de hele tyverzooi op gekocht. Ja, nee, <laughs> Jij stuurde mij op een gegeven moment een ding, volgens mij hebben we in één keer voor, voor 1500 of twee ruggen aan domeinnamen gekocht. Nee, dat was wel een impulsief actie. <laughs> het was een vakantie, hij me deze appje, hij zegt... joh man, ik heb deze, 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 deze al die domeinnamen moeten we claimen. Ik zeg, hebben we dat nodig dan? Nee, maar dat kan niemand ze pakken. Ik zeg, is goed, doe maar, wat gaat het kosten? Ja, volgens mij wel 2000 euro of zo. Maar... Oh, oké. Okay. <laughs> Ik heb dat eerst doen en dan uh, zeggen, doe ik wel eens vaker. Doe, heb ik ook wel eens met een auto gedaan. Dat is niet zo slim hoor eigenlijk. Uh, dat ik tegen mijn vriendin zeg, uh, ik heb een leuke cabrio gekocht. Maar ik zeg niet boos worden, maar ik, heb, uh, ik, ik wil een cabriootje gaan kopen. Wat vind je daarvan? Ja, maar ga je dat ding dan neerzetten? Oh, ja, en dan, ja, ja, ja. tuut, tuut. <laughs> ja, ik heb hem al al gedaan. Hier ga ik hem zetten. er al. Een paar keer al Hier gedaan. Ik moet daar ook wel gaan minderen hoor. netjes Thuis dan. Zakelijk ja, ja, niet. <laughs> mooi, mooi, mooi. Hey, okay, hoe dus zit dan... dat met stap 5 en 6? Want daar was ik nog wel benieuwd naar. Stap ja. 5 is dan het lanceren van advertenties. Hè? Ja. Uh, niet altijd gezaaid met Facebook, maar gewoon op Google. Ja, dat lekker. Er, uh, geen blokkades en dat soort dingen. SEO komt daarna. Dus je gaat eigenlijk eerst wat omzet creëren vanuit die ads. Nee, SEO ja, nou, nou, hoe... komt tegelijk eigenlijk. Zeg maar. okay. Dat zit in het bouwen van je site. Hè. Dus je pakt je zoekwoord hè, uh, waarop je gevonden wordt. Waarop je denkt van hier zoeken mensen op. Nou, dat kan je vinden. He, door tools, en uh, daar schrijf je, je je blog of op je productpagina op, je geeft daar waardevolle informatie op, en zo komen mensen van die andere kant. Alleen je moet niet bedenken dat binnen één week die SEO helemaal door Google is geaccepteerd, die moet dat indexeren. En wat ik meestal doe, en dat is ook wel misschien een golden nugget, is als ik denk van, joh, ik ga die leverancier ga ik binnenhalen, en dat hebben wij, uh, wij laatst gedaan, hadden we een leverancier, hebben we eigenlijk een paar maanden geleden hebben we alle productpagina's geschreven, online gezet, maar nog niet voorraden gezet, en toen hebben we gezegd van joh we gaan die leveranciers even benaderen. En dan heeft Google al een maanden de tijd gehad om te indexeren. En nu hebben we daar al sales van binnen een paar weken. Ja, dus in jouw ja. strategie voor 30 dagen is dat ook weer een goede. Ja, ja, ja. Begin 30 dagen eerder alvast met de website. Ja, om okay, nou, je met je producten live te zetten, want dan kan Google het zien. Ja, ja, ja. Want zodra je online bent, dan word jij door Google ja, gevonden. Als jij meerdere tijd offline bent, want ik ben aan het bouwen, ik ben aan mijn button bezig, wat voor kleur moet die worden, rood, groen, paars. Wit. Ja, dan gaat hij niet optimaliseren. Nee. Dan heb je helemaal niks. Dus elke dag dat je niks doet, is niks verdiend. Ja. hey en uh, dan hebben we stap 7. Is stap 7 dan opschalen? Of uh, komt er nog iets voor? Uh, even kijken. Nou ja, het is al lekker als je verkoopt, hè. dat sowieso. Ja. Ja. Uh, ik denk dat stap 7 inderdaad: uh, opschalen is. En. Nou, dat kan je natuurlijk doen met ads. Mm -hmm. ik zit nou met mijn merk op een punt dat ik eigenlijk niet meer kan uitgeven. dat is op zich wel ook wel een relax idee wat je kun je dat uitleggen bij... aan mensen? want dat is voor, bedoel, voor ja. iedereen die in de Facebook mindset zit. ja daar kun je ja, dat is een, een hele dag he? dat, he? Helemaal, dat, he? dat, dat je denkt gewoon oneindig kan... door. nee um, eigenlijk als je in Google zit um, in de Google ads um, omgeving, dan heb je een bijvoorbeeld toolchain en dan zie je waar je zelf staat qua adverteren. Mm -hmm. en dat doen ze bijvoorbeeld met bolletjes. Dan zie je je eigen merknaam je site staat erboven. als je gewoon bovenaan staat ja, dan hoef je niet meer uit te geven, want dan ben je geld aan het verbranden. Hmm. Bij Google kan je blijven uitgeven, want Google vindt dat prima. Die zegt: kom maar. Maar op een gegeven moment zien wij: ja, we staan overal goed. Wij zien percentages hoe wij gerankt zijn, hoe bezoekersaantallen zijn. Kunnen wij meer uit gaan geven? Voor mij heeft iedereen carte blanche bij het adverteerbureau. En zolang ik mijn omzet binnen zie komen. Ja. Als ik heel veel ad spend zie en maar weinig omzet, denk ik van nou: je gaan weer we eens over praten. En na drie maanden flikker ik ze eruit. Ja, en dat weten ze ook. Hè, maar uh, het is gewoon allemaal cijfermatig wat wij doen. Hè, dus het is gewoon echt. Uh, uh, wij zien gewoon van dat, uh, dat wij niet meer kunnen uitgeven. Omdat wij gewoon al goed staan op percentages, ja. op zoekvolume, op, uh, op dat soort dingen. Ja. Waarom zou je dan meer erin gaan pushen? Waarom zou je dan meer uit gaan geven voor een, uh, een bieding? Dat is niet nodig. Ja, dat is het ja. verschil ook, toch? Tussen push en pull, dat zeg maar bij push. Ja, je kunt in principe bij iedereen in zijn homescreen binnenvliegen op ja. Facebook of Instagram. En bij Pool, ja, je hebt 5000 zoekhits per maand. Ja, je kunt wel voor 10.000 gaan, gaan uh, adverteren. Maar dan, ja, dan betaal je alleen maar meer voor dezelfde ogen. Nee, want wat je dan gaat doen, en dat is nou ook hè, mijn ding, hè, weet je wel, ik, ik renk op al mijn uh, items die ik verkoop, rank ik gewoon aardig goed. Hè? Want een aantal dingen ben ik gewoon marktleider in dus dat, dan, ja, dan gaat dat wel lekker en dan ga je zeggen joh ik moet mijn winkeltje verbreden dus ik moet meer assortimenten bij hebben zodat we diezelfde tactiek kunnen toepassen en zo kan je ook opschalen natuurlijk dus het hoeft niet altijd in advertenties op te schalen zijn mm -hmm. maar ook in assortiment ja. en wat je daarna kan doen en uh, dat heeft mijn uh, student ook gedaan en dat is wel echt de golden nugget daarna ga je eigenlijk een, uh, een nieuwe site beginnen dat je je rest je concurrentie online gaat uitschakelen Oh. en dat heb ik eigenlijk van. Ja, mijn voorbeeld ben mandemakers. Die heeft elke keuken die je koopt is van hem. Het gros. Ja. Je hebt de keukenkampioen, je hebt 7T keukens, tweede kamer, hartstikke gaaf. Allemaal van hem. Allemaal van hem. Alles is van Bassie. het is een beetje net als uh, Coca Cola, Fanta, Seven Up. Als je allemaal op de achterkant kijkt, zie je precies hetzelfde moederbedrijf op de achterkant yes. staan. Red Bull, Bullet. Ook van de Dus de waarom de ga je dan, je dan geen andere site maken? Die, uh, die een andere look en and feel heeft voor een ander publiek, hmm. maar de, dat wel dat jij eigenlijk niet alleen de, de eerste pagina's eerste vier pagina's kan pakken met advertenties en daarna de uh, pagina's organisch, ja. dan kan je op een gegeven moment de eerste pagina van Google kan je ranken, maar wel gewoon met uh, andere teksten, andere uh, blogs, ja. wel met dezelfde mindset en ja. zo kan je je andere concurrentie naar beneden doen. Hmm. Hebben we dat zelf ook? Uh... Ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, dat is echt wel. Dat, uh, deze tactiek vertel ik niet zo vaak. Maar dit werkt gewoon. Ja. Ja, ja, ja. Alleen, je moet wel geduld hebben. Het is geen quick fix, jongens. Dat is het niet. Alleen, uh, ik zie dat bij mijn studenten dat, dat gewoon werkt. En die nieuwe site die ze maakt, die draait vele malen beter <laughs> dan haar andere site. Maar ze staat gewoon, als je haar, als je dat product in doet, staat zij bovenaan. Ja, Wanneer is het moment inderdaad dat je zoiets gaat doen, als je dan inderdaad niet meer kan opschalen met die ads of uh... Nou, toen ik, uh, toen ik dat deed, toen kon ik nog wel opschalen. Maar ik zag gewoon, ik had altijd een concurrent. En die heb ik nog steeds hoor, die concurrent. God, hoe ga ik nou, wat ga ik daar nou mee doen? Hè? Ga, ik de, ga ik hem laten hacken? Statuut daar? <laughs> nou, dat is misschien niet de manier. <laughs> nog paar Kijk, functions. daar gaat hij dus wel. Hij, zei net nog, hij heeft normen en waarden. <laughs> de, het geweten waren, ja, het geweten gaat er langzaam uit. Het ik geweten zei het al. Nee, al. Dit is nee, het effect maar... dat ik heb. <laughs> <laughs> gaat goed, nee, ik maar... Ga verder. Ja, lekker hè? <laughs> <laughs> Jullie zijn goede gasten, jongens. <laughs> Wordt <Hoor het> eind smijtje. <laughs> nee, maar dan denk je van: hoe ga ik dit doen? Want dit is gewoon een bedrijf met meerdere winkels, 40 man in dienst, meer budget dan mij als het gaat om dingen ja wie niet sterk is moet slim zijn dus ik denk hoe doen anderen dat nou die doen dat zo ja. en dan ga ik het ook proberen en ik stelde dat voor aan mijn adsbureau. zei jij ja, je bent echt gek ga je nou tegen jezelf concurreren ik zei nee ik zeg jullie zijn dom ik zeg <laughs> ik ga niet met mezelf tegen mezelf ik zei, ga met, met ons tweeën ga ik tegen hun concurreren ik wil gewoon die eerste pagina van Google hebben mm. want die mensen als ze een zoekwoord typen moeten ze mij zien en niet hun zien ja. en dat is een beetje een tactiek ja next level en is wel interessant. Dat is toch grappig toch? En eigenlijk is het heel makkelijk. Ja, je ziet het ook, ik bedoel, het is niet nieuw of zo. Je ziet het, wat ik zeg met Pepsi en dat soort dingen, je ziet het veel gebeuren ja. in business. Dus het is, ja, maar ook is als je helemaal bij, niet raar of zo raar. Ik ben uh, toen ik uh, nog uh, toen ik 15 was, ben ik een keer bij een frietjesproducent geweest. En toen was echt een eye-opener: denk hey, komen de farmfrietjes. Dan komt alles van alles komt hier vandaan. Ja, dat ja, komt maar, allemaal uit dezelfde fabriek. Dat hoor je ja. toch ook wel eens over melk of zo. Dat, dat Campina en eigen, eigen huismerk en zo, dat dat gewoon allemaal van dezelfde... fabriek allemaal één pot nat. Ja. Hagelslacht, hetzelfde. Fans en gewoon Albert Heijn ja. en Ja, maar ja. dat is, dat is, maar dat is precies branding. hetzelfde ding. Alleen, ik denk als je de, de ervaring anders maakt voor de klant. Weet je, zo'n klant kijkt naar welk huisje hij naar binnen gaat. Bij welk winkeltje hij naar binnen gaat. Weet je, de ene voelt zich thuis bij een hele chique winkel. De andere zegt, nou, voel ik me niet helemaal in thuis. Ik ga liever naar een andere ja. Winkel, zeg maar. En uh, ja, dat is net het type klant wat je hebt. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Het komt bij jou terecht. Als ondernemer is efficiënt omgaan met je tijd essentieel voor succes. Je tijd verkloot aan nutteloze taken en dingen is een grote reden waarom veel ondernemers niet het succes behalen dat ze willen behalen. En daarom is het als ondernemer essentieel om NordVPN te hebben. Want zonder NordVPN ben je geen ondernemer. Nou, ik hoop dat het een geintje is. Maar het is natuurlijk wel handig. Ja, als je even snel informatie wil opzoeken op YouTube en je hebt geen zin om minutenlang te staren naar gare advertenties die je afleiden, dat gaat je dan gewoon veel te veel tijd kosten, dan heb ik wat voor je. Oké, okay, want daar moet je namelijk YouTube Premium hebben. Want eerlijk advertenties kijken voor een video, nou, dat slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon voor passage. <laughs> Alleen YouTube Premium is belachelijk duur in Nederland. Iets die 12 euro per maand betaal jij. Ja, man. En het lijp is in Turkije betaal je 1,50 euro per maand. Dat is bijna een tiende van de prijs. Oftewel... Wat jij in Nederland per maand betaalt, dat betaal ik ongeveer per jaar. Maar ja, hoe krijg je dan YouTube Premium in Turkije? Dat doe je met NoordVPN. Want met NoordVPN kan jij je IP-locatie veranderen naar andere landen, zoals Turkije. En YouTube denkt dan dat je vanuit Turkije bezoekt. En je abonnementskosten laat ze zien in de Turkse lira, de valuta uit Turkije. Sluit daar een abonnement af, switch terug naar Nederland... en alles ziet er hetzelfde uit als YouTube in Nederland en alles werkt goed. Alleen je betaalt veel minder. Nou, het leuke is dus ook dat met NoordVPN abonnementen bij... ben je goedkoper uit dan wanneer je in je eigen land YouTube Premium afsluit. Uit. Dus, letterlijk een no-brainer. En via de link in de beschrijving kan je NordVPN gebruiken voor minder dan een kop koffie per maand. Plus, je kunt het 30 dagen uitproberen met een niet goed geld teruggarantie als je niet tevreden bent. En dan gaan we nu door met de aflevering. Hé hey Danny, dit is echt al lang een brandende vraag die ik heb, want we zijn nu het hele proces door. En ik ben heel benieuwd, we haalden eerder al EasyToys aan. En EasyToys is eigenlijk ook best wel gaan doen wat jij doet, hè. Dus oké, okay, hij bouwt een webshop, dan gaat hij producten van andere merken verkopen. Hij is op een gegeven moment een vertaalslag gaan maken en is zelfproducten gaan ja. ontwikkelen. Is dat iets waar je ook naar kijkt of mee 100%. bezig bent? Ja, dat vind ik wel gaaf. Alleen wat ik al zei, weet je wel, ik moet eerst alles goed laten incuberen voor mezelf. Dus ik denk, ik klopt het allemaal. Ja. Maar dit zijn wel stappen hè, en uh, dat is iets wat Joshua, hè, van wie ik alles heb geleerd, altijd zegt: joh, e-commerce is vaak een opstapje naar het volgende. Ja. En uh, voor mij zit ook, want ik zie nu allemaal dingen, dus ik denk, van, oh, dat is gaaf, maar dat zou ik zelf ook al kunnen maken. En dan zit ik met een staalfabrikant. Ik zeg, ja, waarom doen we samen, waarom gaan we niks verzinnen? Ja, dat wil ik ook, weet je wel. Dan komt weer dat creatieve naar boven. Ja, maar dat oh. kan je al best wel klein doen, toch? Je zou bij wijze van spreken, als je nu pollepels en whatever verkoopt, ja, zou je maar, dat al zo Ja, van... maar dat vind ik dat te klein. En ja. te saai en te weinig. Ik het groot, nieuw, nee Nee, nee, nee. Maar bijvoorbeeld, huh. um, als je voor, uh, ik verkoop dan die barbecues. En dan denk ik van, ja... Waarom we verkopen geen dingen voor wieltjes, tot die barbecue heen en weer kan gaan? Ja, Waarom ja. ga ik er zelf niet laten maken en zet het in de markt voor 200 euro? Want het is een probleem. Mensen hebben dat probleem. Mm -hmm. Ik heb de oplossing. Ja, dat is wel mooi hieraan is dat je, je krijgt natuurlijk ook heel veel klantenfeedback door klantenservice vragen die mensen krijgen, blogs. Je ziet letterlijk op de blog welke werkt goed, welke niet. Dus waar ja. zit men mee? Ja, daar kun je heel veel van leren. Dat is eigenlijk directe customer feedback om zelf dingen te verbeteren of te ontwikkelen. Ja. En ook dat weet je wel, uh, ik ben ook bezig met een. Uh, aan, aan het kijken of ik iets van een soort teppijakkieplaat plaat kan laten maken. Ja, hé hey, jongen, dan ga ik. Ja, dan zit ik, ook, ik had bijna serieus voor 500 euro aan teppi plaat gekocht. toen ik erachter kwam van hé, hey, mijn RVS dat kan helemaal niet op inductie. Dus ik heb er helemaal geen flikker aan. Hm. Dan denk ik, ah. Het is maar goed dat ik er nou achter kom. Anders zit ik dadelijk met een paar van die platen als promo dingen. Die moet ik die weggeven aan mensen op gas. Ja. Dus het is een hele andere zoektocht. En bij mij is voor gewoon het ding. Ik moet mijn focus houden op bepaalde dingen. Dus ik moet er wel natuurlijk aandacht aan besteden om dat te gaan doen. Maar dan, uh, uh, je moet ook dat uh, zaadje weer water geven. Hè? Om daar full focus op te gaan. Ja, ook. Dus je, eh, focus is bij mij wel een dingetje. En zeker omdat ik vaak de focus verlies op bepaalde dingen... kan ik hem beter op één ding goed houden... en dan goed in mijn hoofd dat plaatje maken. Dus ik ben aan het kijken, joh, welke metalen zijn het beste? Welke geven geen smaak af? Hoe kan ik dat het beste doen als onderhoud? Trekt het krom als ik er 300 eh, graden op gooi? Eh, want je wil ook niet dat... Je wil goed, ja. goed, goed iets verkopen. Ja. En als je kijkt naar... Uh, ja, als we het nog even terugpakken op die uh, SEO... Dan schrijf je heel veel. Nou, wij zijn actief op YouTube. Uh, YouTube is ook van Google. Um, heb je dan bijvoorbeeld ook nagedacht over instructievideo's over barbecue? Ja, die hebben we ook al. Die heb je ook al. We Echt? zeggen al, dat zeggen we ook altijd. Bijvoorbeeld als jij een um, omdat YouTube van Google is, is dat gratis ads. Want als je daar gewoon een goede video op gemaakt of sterker nog, als jij van je leveranciers films krijgt, mm -hmm. dan download je ze en dan load je ze zelf op in je eigen YouTube kanaal met de goede teksten. Bijvoorbeeld, hoe maak je een puntje-puntje schoon? Of hoe uh, werkt een puntje-puntje uh, fornuis? Puntje, uh, ja. Mm -hmm. Dan zoeken mensen na. En dan ben je organisch. Zien ze je niet alleen bij de, bij, de, bij de shopping ads en bij jouw organische dingen. Maar ook zien ze ook een filmpje met YouTube ja. staan en nog een keer jouw naam. Ja. Dat is eigenlijk de vierde ingang ja. die je hebt. Ja, ja en ook dat is dat wel een goede tip voor iedereen thuis. Ook, ook de hoofdstukken zijn heel belangrijk in die YouTube-video. Dus je kunt hele video's uploaden met ja? titels, maar ook de hoofdstukken die je geeft in de video. Dus bijvoorbeeld je laat zien, hoe steek je de barbecue aan? Maar als je daar ook een stukje, oké, okay, uh, blokjes aansteken, zo bouw je een torentje. Als je die hoofdstukken erin doet, daar kunnen mensen ze specifiek op zoeken. Raad die ook alleen dat hoofdstuk aan in YouTube. Oh, serieus? Ja, 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 oh. ja, ja. en dan krijgt hij alleen dat hoofdstukje krijgt die te zien. Oh, super interessant. Ja, die zoektermen in YouTube, dat gaat steeds meer in elkaar over. Ja, ik vind dat heel interessant. Die schrijven we even op. Die had ik dus nog niet gedaan. Nee, maar dat is, weet je, dat is leuk. Jij geeft mij nou een golden nugget. Maar ik denk van nee dit kan voor mij misschien nog wel uh, conversie opleveren omdat mensen naar zoeken ja. mm -hmm. en dit zijn al die dingen die, die, die komen dan naar je toe he, dus je moet je voorstellen ik begin vier jaar geleden met niks en je krijgt, elke krijg je een informatie maar het is wel fucking veel informatie jongen nee. he, en ik moet dat gaan verwerken ik ben ook maar een kok hè dus uh, nou denk ik doe ik wel heel populair soms met een shopify siteje ja. maar hoeveel vloeken ik op zo op die shopify heb gegeven van waarom werkt het niet je wil het niet weten ja. maar al die informatie dingen denk van dat vind ik kicken om te weten hoe dat ja, zit. Ja, ja. Hey Danny, wat is jouw uh, grote visie voor over vijf tot tien jaar? Oh, dat is wel een goeie. Nou, ik zou heel graag een, uh, een, een, een bedrijf willen hebben wat waar ik ik ben sowieso trots op alles wat ik verkoop, maar een bedrijf willen hebben dat je denkt van dat iedereen bij jouw bedrijf wil zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dat je iets verkoopt of iets maakt, ik denk van ja, iedereen is blij. Dat hij dat krijgt. Het loopt gewoon goed. Het, zit, uh, het is niet alleen in Nederland. Het is internationaal. Het staat strak als een snaar. De, kou de kans op foutmarges. Dat er dingen fout geleverd worden. Kapot geleverd worden. Is niet heel. Ik denk ja. Dat, het, 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 het klopt allemaal. De cool blue voor keukenspullen. Of zeg ik, het ja, nou, ik vind stond. dat een waanzinnig mooi bedrijf. Hoe Hun marketing aanpakken, moet ik altijd lachen. Ik vind ja, dat echt, ja, ja. die hebben het echt uitgevonden. Waanzinnig. Maar ik vind keuken vind ik heel leuk. Maar ook ontwikkelen en dat soort dingen vind ik ook gaaf. Ik vind dat een moeilijke stap. Want als ik kijk waar ik tien jaar geleden stond, toen was ik nog lekker bezig met tv-programma's maken en boeken schrijven. En dat vind ik nog steeds gaaf. Alleen, over tien jaar zit je misschien heel anders in de wedstrijd. Mm -hmm. ja, klopt. En dat kan je nooit. Daarom zeg je, joh, wat is je toekomstplan? Ja, je kan allemaal plannen maken, maar je weet, elk plan gaat toch anders dan dat je plant. <laughs> Ja. Zeker. En je bent dus nog wel uh, prestator. Ja ik, ja, ik heb gisteren nog opnames gedaan. Gisteren nog opnames. Ja. Kun je ons wat meer meenemen in hoe dat leventje gaat? Want blijkbaar, hè, het zijn twee verschillende leventjes. Die je ja, ik is toch Jekyll en Hyde ben ik eigenlijk. Ja, hè? <laughs> ja eh, um, uh, hoe dat gaat is... Um, ja, nou, ik heb dus... Uh, uh, ik, ik heb altijd gekookt op, op, op niveau. Ik ben begonnen in een stegenrestaurant. Ik heb daarna vrij snel stelde ik als doel... om binnen twee jaar bij een sterrenzaak te gaan werken. Nou, dat, heb ik, heb ik, dat doel heb ik gehaald. En, uh, dat, maar dat is best wel zwaar. Sterrenbusiness was destijds best wel zwaar. Hele harde wereld ook gewoon. En uh, ik, ja... Aardig verlegen en zo. En op een gegeven moment ging het niet zo lekker. Ik had het niet zo lekker in mijn vel. Hoge druk was er. Want ik wilde gewoon presteren. Ik vond gewoon mensen komen hier uh, bij ons eten. Hè, dat was toen uh, de Zwaan. Uh, we hadden één ster. En uh, die komen eten. Die laten hier een godsvermogen achter. Het moet wel top zijn. Dus ik ging ook nooit stappen. Anderen gingen lekker naar house parties. En uh, dat was ja. toen helemaal. Ik ging dat nooit. Ik zei, kan ik niet maken. Nee, weet weet je wel? Een, maar dat je is gewoon weer heken. het geweten van mij. Die had ja. ik echt al lang aan de kant moeten zetten. <laughs> maar uh, ik zei, dat kan ik niet maken. Dus ik, uh, maar dan leg je ook veel druk op jezelf neer. Mm -hmm. uh, en nu denk ik er wat makkelijker over. Ik denk, ja, weet je, je bent geen echte chirurg. Mensen komen eten, het moet gewoon goed zijn. Ja. Maar toen dacht ik van, ja, het moet gewoon goed zijn. Ik heb ook heel veel kookwedstrijden mee. Super ambitieus. En toen ging ik, uh, ging ik stage lopen uh, bij, een, uh, bij een chef Rudolf van Veen. Uh, nog steeds een goede vriend van mij. Die had, ging toen live cooking doen met Carlo en Irene. Misschien kennen jullie dat wel. Ik, en de namen komen bekend voor. Ik heb het ook wel eens lang zien komen. Is Rudolf die gast die ook uh, koekjes bakt en zo? Juist, dat is die ja. Die ken ik wel. Ja. Nou ja, ik heb met hem Je dus gekeken. gekeken. Gap, die man heeft denk ik groot aandeel houden bij 24 Kitchen. Je kan 24 Kitchen opzetten, niet ja, opzetten. Ja. En dan staat hij weer cake te bakken of koekies. Ja, te klopt. Nou, ik heb dus jarenlang met hem samen de recepten geschreven en alles. En, uh, maar hij vroeg mij toen van, joh, ik ga een programma doen met Carlo en Irene. En dat heette Live in Cooking, dat. En toen heb ik gelijk gezegd, joh, als, je, als, je, als je een assistent nodig hebt, dan, dan ja, laat me even weten, weet je wel. Vind ik wel leuk. Als ik die vraag niet had gesteld, had ik nooit bij de tv terechtgekomen. Dus eerst was het één dag, hè, op zaterdag, of twee dagen. Zaterdag boodschappen doen, zondag die uitzending. Ja, en toen was het op een gegeven moment werk. Vroegen ze, joh, kun je fulltime komen werken? En ik kwam uit de horeca. 80 uur in de week, Kaarde druk. En ik kwam ineens voor hetzelfde salaris, eigenlijk nog iets meer, kwam ik in een wereld waarbij we begonnen in de tv-wereld rond een uur of negen. Maar als je tien over negen binnenkwam, ook geen probleem. <laughs> ook best. <laughs> denk maar wat de fuck, weet je wel. Ja, ja, ja. En om, uh, die dachten van, uh, kom, het is vijf uur, ik ga op tijd naar huis. Ik was vanmorgen ook al laat. Hè? Dan uh, een heel andere mentaliteit. Ja. Vol met knappe vrouwen. Denk nou, dat is ook wel tof, weet je wel. <laughs> dat is wel fijn hè. Ik denk nou, dit is echt een drie keer win. Dus toen ben ik daarvoor gegaan, in de zin van: joh, wat heb ik te verliezen als ik bij uh, tv-dingen ga doen? Uh, ik heb geen huis, uh, ik had nog geen hypotheek, dus dat gingen we doen. En uh, zo is dat gegroeid. En uh, na vijf jaar uh, ging, uh, ging Rudolf weg bij dat programma. Toen ben ik gaan schrijven. Toen ben ik vijf jaar door Europa gereisd om alles op culinair gebied te zoeken voor een magazine. Of... Waarom? hoe komt dat nou in een keer dat je de wereld over gaat rijden? Nou Europa. Oh Europa. Ja. Uh, nee, ik, uh, ik heb de, ook uh, op de wereld. Ik deed, ik ja, heb ja. een aantal keer aan het Nederlands kampioenschap patisserie meegedaan, dus taarten, uh, toetjes en taart. Ik nooit gewonnen, hoor. Zo goed was ik niet, maar ik heb wel meegedaan. Uh, ik mocht wel ja. meedoen. En uh, dat bedrijf ging een patisseriewet uh, magazine opzetten en ze hadden me al een paar keer gevraagd, denk joh, ga het gewoon doen. En toen kwam, ja, dan kwam je echt in de chicste restaurants terecht. Ik kwam in restaurants terecht in Florence en dan had ik een interview en. Uh, ik had al een kaart gezien en dat was gewoon 700, 800 uh, euro. Was dat uh, kostte daar een menu. Ik denk, fucking hell, we hebben maar een budget. Dus. En toen zei de chef: dacht, hey, do you like to come for dinner? Ik denk, hmm, dat is een uh, moeilijke vraag. Ik zeg, nou nee, ik heb al. We invite you, zegt ze. Ik zeg: Oh, if you invite us, then is het een different cookie, hè? <laughs> dus. Um, ik dacht, oké. Okay, dus wij gingen erin. Ik denk, ik hoop wel dat we de context samen goed hebben begrepen. Dat we uitnodigen wel op hetzelfde level hebben. Wat bij ons uitnodigen is dat je niet hoeft te betalen. Want we hadden maar een budget van 25 euro voor een avondmaaltijd. Ja, ja, ja. En jongens, alles ging open: de dikste wijnen, de dikste gerechten. We gingen naar wijnkelders, lagen wijn echt van duizend euro per stuk. En dat kwam op en Ik denk, oh, oh, oh. Ja, toen kwam de vraag voor de rekening. Ik zeg, ja. Uh, we were invited. En ik denk, oh, als ik maar niet die rekening krijg. Want we hebben echt zes gangen gehad met alles erop en eraan. Die gaan we voor stuk. Ja, toen bleek het gelukkig zo zijn dat we echt uitgenodigd waren. Maar ja. ik heb oh, zoveel ja, gave ja, ja. avonturen meegemaakt. Echt bij de topzaken geweest. Nou, dat heb ik vijf jaar gedaan. En toen kwam 24kitchen om de te kijken. We gaan een, een, een online kookkanaal beginnen. En ja, dat is waanzinnig, weet je wel, om dat mee op te zetten. Dus toen dacht ik van, joh, dan kap ik met die baan. Ik heb screentest gedaan, ik mocht daar mijn programma doen. Ik dacht, ja, maar hoe uniek om te zien hoe dit wordt opgezet. En uh, ik heb gehoord, ik wil hierbij zijn, maakt niet uit wat ik moet doen. Maakt niet uit wat ik verdien. Ik moet een beetje in de buurt zijn van mijn slaas, want ik hadden net een huis uh, gekocht. Mm -hmm. eh, dus het moet wel een beetje oké okay zijn. En, en op dat moment dus, je had uh, vijf jaar rondgereisd in Europa. Ja. Um, en toen had je ook al, hoe oud was je toen? Uh, ik ben, even kijken, ik ben mijn, uh, even kijken... 20ste bij uh, even kijken live live cooking begonnen 4, 25 plus 5 was ik 30. ongeveer 30 en toen had je had je wel een vriendin dus ja ja toen... zeker was zij ook mee gaan reizen nee 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 of nee het niet... waren korte reisjes hoor het ja, was elke paar een paar, ja. paar dagen en dan weer terug het was niks luxe hoor nee, dus nee, uh, nee, nee. je je, je je ding doen en dan weer terug in het vliegtuig en dan snachts ja. nachts uh, alles uittypen ja heel erg vet, heel erg vet. Ja. Okay. En burgers bouwen en dat soort dingen. Maar mm. het is, ja, ik heel, ik hou gewoon van luxe en gastronomie en dat ja, soort dingen. Hartstikke ja. top. Dat is, ja. is ja, raar. Ik, ik zit dat ook nu net te bedenken. Ik heb zelf wat ik al zei. Ik heb echt fucking veel kookprogrammas gekeken, Chefs Night Out en zo. Dat soort programma's ja. van vice. En um, ik zit me nu ook net te beseffen dat dat wel echt iets wat ik ook ooit nog zou willen maken: een kookprogramma. Niet zelf koken, maar gewoon langs restaurants gaan het eten, de verhalen etcetera. Dat ja, maar met me top. de technieken van nu weet je wel dat je gewoon binnen no time je YouTube kanaal kan beginnen met vrij makkelijk met een telefoon. Waarom niet? Ja. En deze in Nederland ook weinig goed aanbod. Er is heel weinig goed aanbod. En dan is ook de vraag: hoe word je gevonden en hoe word je gezien? En gaat het geld teruggeven aan wat je erin? Eh, of ga je het gewoon doen door je denkt van: joh, het gaat hartstikke lekker met lotgenoten. Ik ga het gewoon doen. Zoek het uit. Nee, ik moet, ik moet wel, wel geld verdienen. Ja, 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 Dat weten we nu. Alles wat we hierna nou gaan doen. Dan, dan kan ik een goede show dan... maken. Anders ja. wordt het straks Jaro met zijn handycam. Uh, die in Thailand voor twee ja. bad een of andere bak met rijst te vreten. Ja, dat is op een gegeven moment ook wel duidelijk. Ja. Nou, maar het, weet je. Het, het opzetten van iets van zo'n tv-zender is waanzinnig. Hè? Ja. En of het nou voor- of achter schermen is echt vet. Ja. En dat heb ik nou dus een aantal jaar gedaan. Op een gegeven moment kwam corona. Ik denk ja, is leuk allemaal tv dingen. Maar ik moet wel iets ernaast te hebben. Je ziet het ook met voetballers. He, uh, als je niks ernaast opbouwt, ja, je hoeft maar één keer je hoeft iemand op je kuiten te staan en je bent gewoon klaar. Mm -hmm. He, en tv is heel gaaf, is heel mooi, maar het is ook een beetje vergankelijk. Dus ik denk wel, ik moet iets opbouwen voor na tv. En dat het nou mooi samenloopt, is mooi meegenomen. Yeah. He, en zo is eigenlijk mijn journey begonnen met wat vind ik echt leuk. Nou, ik hou voor mooie dingen. Kwam het een verhaal met dat ik gezicht was voor dat kranenmerk. He, dat ik denk van nee, hey, maar waarom stuur ik hem altijd naar hem? Waarom zou ik dat zelf niet doen? Als ik mezelf zou in moeten huren, ja, dan ben ik, moet ik, ben ik hartstikke veel geld kwijt. Dus ik ben mijn eigen reclame. Ik weet waarover ik praat. Mm -hmm. En zo is dat eigenlijk begonnen met online, omdat ik het makkelijk naast mijn werk van tv kon doen en uh, ja het was eigenlijk een beetje hetzelfde werkstructuur als tv ik bedoel niemand die zei van uh, dit moet je doen dat moet je doen ik moest alleen een pokken en draaien naar en naar Hilversum mm -hmm. ja daar werd ik echt dat is echt niet leuk als je nee. vanuit Breda komt nee 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 He, dus ik had meer die, uh, die, 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 die vrijheid om te doen van joh dit doe ik online en het werkt gewoon mensen komen in mijn winkeltje en die die zijn blij met dingen die ik heb ja super vet ik denk ook wel um, ook wel mooi wat jij net uh, eerder zei is dat jij en dan bij 24Kitchen komt. En dat je het dan niet per se doet ook wel, hè, voor, voor het werk wat je gaat doen. Maar dat je het ook vet vond om te zien hoe dat nou allemaal in zijn loop gaat. Ja, maar hoe dan... vaak krijg je de kans om te zien hoe iets opgezet wordt? Ja, maar dat, is, dat vind jij interessant. Ja, vind ik super interessant. Weet je hoe weinig mensen daar de focus op hebben als er iets ontstaat of als er iets gebeurt? Ja, ik vond het gewoon vet dat ik nog eens een foto tegenkom met zes mensen. En dat waren wij achter de schermen. En ja. dat er uiteindelijk 55 mensen werkten. Ja, hmm. dat is gruwelijk. Dat is gewoon gaaf. Maar heel veel mensen denken tegenwoordig ook, want dat zie je ook wel bij de jeugd, weet je wel. Van oh ja, wat schuift dat dan? Hoeveel ga ik verdienen? Ja, ja Dat vind ik zo'n kutmentaliteit. ervaring en, en uh, ja, de dingen die je meemaakt en de skills die je gaat hebben. Ah, ja, dat vind ik echt, oh, dat houdt me echt kapot aan, serieus. Ja, ja. En misschien is dat een generatie-ding, weet je wel. Maar als mensen echt te lui zijn om te werken. En echt, ik denk van, ja, weet je, ik ga zitten. En het komt van namelijk toe. We zien dat ook, weet je wel. Er zijn mensen die denken, we kopen een cursus of het nou de, de Dropship Academy of de HTX. Ik heb die cursus. Nou, waar blijft het geld? Ja, zo werkt dat niet. Dat is niet ondernemen. Ondernemen is niet op je luie reet blijven zitten. Dat is gewoon actie ondernemen. Ja, en, en, en ja, dat is wel iets wat ik echt wel probeer aan, aan mijn kids te vertellen, dat je wel een enige vorm van ambitie moet hebben hoor. En dat het gewoon niet uit de lucht kon vallen. Nee. Dat is ook de reden waarom ik met mijn kinderen bijvoorbeeld ga collecteren voor een goed doel elk jaar. Weet je, wij hebben het goed. Wij kunnen gewoon lekker op vakantie. Hoeveel mensen kunnen dat niet? Heer, je moet gewoon gaan werken, je moet gewoon iets gaan doen. Want dan weet je ook hoe het. Het uh, is gewoon belangrijk om te, uh, te ervaren van joh, um, hoe kan ik geld verdienen? Heer, je kan helemaal online geld verdienen, maar je moet er wel wat voor doen. Mm -hmm. je, je, je Krijg het spelletje door, weet je wel, van hoe het zit in de, in de wereld. Ja. Heer, hoe het zit met, met klanten, hoe het zit met. Uh, Belastingdingen, hoe het zit. Ja, dat zijn allemaal dingen die, die als je denkt, van, ik ga zitten en laat me komen. Ja, dat is natuurlijk echt een verkeerde mindset. Wat zijn manieren waarop jij het best leert? Want jij bent een ambitieuze. Ja, niet persoon. lezen, in ieder geval. Niet lezen. Oh. Nee, ja, dan koop ik weer een boek. Denk ik, oh, dat is wel interessant. Ja. Ga ik dan in bed lezen naar de eerste bladzijde? Dan Hoi, val jezelf. ik in slaap. <laughs> ja, ik doe ook al jaren met hetzelfde boek op vakantie. Dus dat is wel Nee, ik uh, zelf ondervinden. Ja. Um, naar uh, seminars gaan of dingen terugkijken, zeg maar, maar het liefst ergens heen gaan, zodat ik helemaal gemotiveerd terugkom. Mm -hmm. uh, dan delen of heel snel uh, ja, mensen zeggen van joh, dat gaan we zo doen en uh, proberen toe te passen en heel vaak tegen andere mensen zeggen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, heel, heel, een voorbeeldje, bijvoorbeeld, ik ben niet zo goed in, in, in taal. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat witte wijnazijn één woord is. Hm. Dat is super grappig als je dan interessant wilt doen. Hè. Ja, ja, ja. Witte wijnazijn is één woord, officieel. Maar ja, ik ben helemaal niet zo'n taalnatie, maar het is wel leuk dat ik het weet. Maar omdat ik het heel vaak vertel, weet ik van hoe het nou in elkaar zit. Ja. En dat is hetzelfde met, uh, met leren. Als ik iets uh, zie of ik leer iets, hè, of het nou bijvoorbeeld de regels zijn van Gialdini of zo, dan probeer ik dat gelijk toe te passen. En dan probeer ik dat te zeggen van oh, zo zou ik dat doen. En dan zit het verhaaltje zo in mijn hoofd dat het op een gegeven moment geautomatiseerd is, dat het erin geprent is. Maar je moet maar beter geen boek geven. Nee. nee dat, uh, ik vind het wel heel gaaf. Ik heb ook heel veel kookboeken. Ja. Maar als je kijkt hoeveel heb je er gelezen, dat, dat kan je op één hand tellen. Ja, kookboeken zijn toch ook meer om inspiratie op te doen. Om Juist. Om te gebruiken. Juist, oh, koken. Even snel naar de kookboek kijken. Wat ja, even nodig. kijken hoe doen ze het. Precies. En dan weer dicht. Maar als je kijkt hoeveel recepten ik echt uit kookboeken haal, is vrij weinig. Ja, toch wel. En toch heb je er zelf wel aardig wat geschreven. Ja, handel. Ja, maar <laughs> daar, begint, daar begint het ook bij toch? Je leert eerst standaard recepten. Net zoals je op gitaar spelen, eerst een nummer naleelt spelen. Ja. En dan op een gegeven moment leer je. Noten smaken en dan ga je zelf dingen toevoegen en nummers maken of gerechten. En dan, ja, wil je die nummers ook delen? En dat is misschien met het kookboek. Ik wil het wel graag met mensen delen. Je, je passie willen wil delen, net zoals en met kookboek heb ik dat gedaan voor mijn recepten. En He, met het high-ticket dropship bedoel ik dat graag met die technieken die ik ook heb ja. aangeleerd. Ja. ja, het is natuurlijk, het is gewoon gaaf als je um, mensen iets kan, en het kan aanleren en het werkt ook. Hmm. En, en mensen krijgen het voldoening uit. En die krijgen er plezier uit. En die hebben het winkeltje wat loopt. He, of die maken die recepten. En die hebben dat recept. En die zijn er dol op. En die kunnen dat delen aan hun familie. Denk oh, dat is een lekker recept. Ja, dat is tof hè. Ja, dat is gaaf. Ja, ja. En dat is voldoening. Ja. Wat zijn uh, voor jou, als je dan uh, terugkijkt hè, op de afgelopen. Ja, ik, denk, ik kan zeggen, afgelopen vier jaar. Toen je echt bent begonnen hè, met, met, met je online uh, webshop. Maar eigenlijk ook al veel langer. Ik denk dat het ondernemende. Al heel lang in je zit. Ja. Wat zijn nou bepaalde uh, eigenschappen waarvan je terugziet... ziet, hey, uh, die zijn altijd zo belangrijk geweest voor het succes wat ik tot nu toe heb behaald? Ja, ik heb erover naast denken onderweg de hierheen. Ik denk, wanneer ben ik eigenlijk echt gaan ondernemen. En dan moet ik eigenlijk heel ver teruggaan. Ik ging vroeger naar mijn moeder las boeketreekjes. Dat zijn die oude boekjes, weet je wel, van die doktersromannetjes. Ja. Hadden we met uh, de rommelmarkt... met uh, Koning ja. En dan verkocht ik vijf van die boekjes. Hè, een kwartje per boek, dus 25 cent per boek. En dan uh, vijf voor een uh, gulden was dat toen nog. Ik noem het al erotische boekjes. Maar dat was een beetje zoenen en niet meer natuurlijk. Maar dat sloeg goed aan, weet je wel. Erotische boekjes en elke keer stond ik weer met die ero Maar mijn moeder verslonsen. Dus toen verdiende ik al mijn eerste centjes. Later op de Mavo ben ik vlindermessen gaan verkopen. Dat is... Vlindermessen? Nemen? Ja, vlindermessen. Ja, dat was toen heel interessant. Want ik <laughs> kwam de gasten van Mavo 4, 4 kwamen mij die vlindermessen halen. En die kocht ik gewoon bij de dump voor 7 euro. En die verkocht die voor 15 euro. Nee. Joh. Ja, en ik ben echt blij dat ze daar niet achter zijn. Ik zat echt op een uh, zware christelijke school, dus <laughs> ik ben blij dat ze. Maar ik verdiende er wel mee. Ik denk, hé, hey, dat is lekker. Dat is handel. Ja. Ik weet niet wat ze er daarna mee Misschien was het niet het beste niche. Uh, ik had toen niet echt niche, maar het verkocht wel. Mm. Weet je, dus elke keer deed ik wel. Danny, dat geweten? Uh... Ja, <laughs> ja. Ik ben eigenlijk heel evil. <laughs> nee, uh, Nee, maar dat uh, handelen zat er altijd wel, uh, zat er altijd wel in. Hè? Uh, cateringetjes, dingetjes doen. Ik heb ook een show uh, waarbij ik lollies maak op locatie. Doe ik nog steeds wel eens. Het heet de Funky Lolly Show. Ja, echt hoor. Ja, ja super grappig. Dat, dat kan ook een hele foute stripper zijn. De Funky Lolly Show. Dat, dat is me net welke meegaat. Me nou, we <laughs> dat is wel me lekker welke klinker en medeklinker je verandert. <laughs> maar uh, nee, dat is eigenlijk heel grappig. Dat is eigenlijk geen drie pannen, omdat ik natuurlijk heel veel patisserie maak dat ik het suikerwerken. Mm -hmm. denk, ja, maar dit kan ik niet maken. Want dan sta ik zo'n suikerwerk te maken voor twee meter, komt drie met z'n dikke pens, douwt tegen die tafel, dan flikkert dat ding om. Echt gebeurt. Ja, dit is niet, dit is niet slim. En ik denk, hé, hey, nou, hoe kan ik het nou plat slaan en verkleinen? En ik denk, nou, lollies. Dus ik heb die die pannen met suiker in drie kleuren. Mensen mogen zeggen jij komt mij, maar joh. Ik zeg joh wat voor wat wat voor lolly wil je? Ik zeg ik wil, uh, ik wil een vliegtuig. Nou ik kan best goed tekenen. Teken ik een vliegtuig, de outlines van een vliegtuig. Je mag hem zelf inkleuren. Voorzichtig, want die suiker is heel heet. Mm -hmm. Nou ik word toch per uur betaald. Kort per vier uur betaald. Dus hoe lang ze erover doen, I don't care. Want het is ja. De tijd tikt, zeg maar. Dus uh, alles wat ze minder op maken is winst voor mij, want dat, uh, dat, uh, ja, dat hoef ik niet uit te geven aan suiker. Ja. Nou, dan duw ik er een stokje in, liet het drogen en zette het neer. En aan het eind van de avond kwamen mensen hun lolly ophalen en dan konden ze gaan likken. Hm. Grappig. En, dus dat was ook wel een dingetje. Dus ik was ja. een beetje ondernemend bezig. Maar wat nou, om op jouw vraag terug te komen, was nou de rode draad? Mm -hmm. En dat hoor ik bij iedereen en dat is ook bij die gast van Even Toys, is gewoon doen. Mm -hmm. En. Uh, uh, die mentaliteit van je bal op het hakblok leggen... Ja, dat is bij mij wel laat erin gekomen, zeg maar. Dat ik denk, van, ja, ik moet het gewoon doen. Fuck it, we gaan het gewoon doen. En als je hem ook weer plat slaat, is, ja... waar ben je mee bezig, weet je wel? Gaat er iemand dan dood als het fout gaat? Wat, is, wat, wat kan er gebeuren als het niet goed gaat? Mm -hmm. Het kan alleen maar misgaan. Nou, gaan er dan mensen dood? Nee. Je bent geen uh, hartchirurg of zo, hè. Of uh, je denkt van, hé, hey, nou, je hebt iemand openliggen... En dan je denkt, ik ga het vandaag eens even helemaal anders doen. Ik ga even mijn eigen initiatief tonen. Ja. Dat is niet zo slim. Mm -hmm. Maar ja, wat zijn wij mee bezig? Joh? Als het een keer misgaat, ja, dan kost geld of het kost tijd, maar niemand gaat er dood aan. Ja. En dat hebben alle ondernemers uh, die ik zie en waar ik veel voorbeeld uit haal, denk ja, die doen het gewoon. En uh, ja, dan gaat het mis. Ja, dan gaat het mis. Ja. Hoe cares? Ja, dat, dat is even kut. Ja. En ook de vraag die jij eerst stelde aan je leveranciers. Waarom niet? Nee, waarom niet? Wat, wat hebben jullie te verliezen? Ja. En ja, dat is vaak een uh, vraag die kunnen ze dan niet antwoorden. Ik zeg, geef me gewoon een kans, weet je wel? Ik bedoel, uh, het is mijn geld, niet jullie geld. Ja. En als we er een seeltje uit halen, helemaal prima. En met die fornuizen begon dat eerst met... Eerst had ik drie maanden niks. Nou, toen begonnen de advertenties langzaam in te slaan. Toen verkocht ik één fornuisje per maand. Toen was ik blij als een kind. Mm. Ja, nu hebben we binnen drie dagen hadden we al het eerste fornuis weer uh, verkocht van acht, uh, acht roodjes. Ja, ja, dus weet je, dat gaat dan... Uh, ja, dat gaat dan op een gegeven moment... Wordt dat groter en groter. Wel mooi. Dus uh, dan hebben we ook wel... We hebben het net gehad over... Volgens mij waren het zeven stappen. Ja. ja. Zeven stappen om echt dus... We waren nou we hebben al twee webwinkels... Uh, we waren tot twee webwinkels gekomen... Door, waarbij organisch en qua advertenties goed scoren. Kijk. Precies. Plus daarnaast hebben we ook nog van alles verteld... Als bonus zijn wat erna kwam. Echt veel bonussen gegeven. Veel jongens. bonussen gegeven ook. <laughs> Ik denk... Uh, voor de mensen die hebben geluisterd en of hebben gekeken, ik hoop dat ze het ook via SEO hierop zijn uitgekomen <laughs> als ze hier meer zouden vinden. Zou ook wel tof zijn. Ja. Wellicht zelfs op Google, je weet het nooit. Um, maar ik vond het heel erg tof. Um, je hebt uitgelegd dus in die zeven stappen hoe je een dropship zorg kan bouwen. En geen normale, maar gewoon echt een high-ticket. Ja. Um, en ik vind het heel erg leuk, zeg maar, wat jouw geschiedenis is geweest, man. Ja. Van 24 Kitchen. Echt. Um, nou, voor nog een laatste keer voor de mensen die kijken en of luisteren. Hè? DM uh, Danny ook gewoon met lotgenoot of lotgenoten uh, voor zo'n e-book waar 500 van die niches in staan. Yes. Um, hey, ik hoorde net Cialdini langskomen. Willen we nog zeggen gewoon de eerste 100? stukje urgentie. En uh, de rest uh, kan... Uh... De kaart is 70. Ja, precies. <laughs> ja, ik weet niet, ik gooi wat op. Hè. Ik heb het boek ook wel eens gelezen. Of mag iedereen? Ja, voor nu voor ons mag iedereen. Ja, okay. toch mag iedereen. En dan kunnen ze, weet je, mensen kunnen alles vragen over High Ticket, over de High Ticket Academy, waar, ik, waar we natuurlijk in zitten. He, dat ze alles willen leren en joh, jongens. Ik zeg altijd tegen iedereen, ik wou dat ik het eerder had gedaan. En we hebben zo'n goede structuur staan met coaches, met, met feedback, met, met, een, met de commune. Ja man, dat is gewoon kicken. Dat is gewoon echt Kik als je daarin zit. En uh, ja, dan kan je zelf zien als je als tv-kok ook nog andere dingen kan ja. doen dan alleen maar uh, zoete koekjes bakken. <laughs> ja, ook leuk. Ja, toch? Ja, toch. Danny, ja. bedankt. Dankjewel. Tot volgende. Dankjewel, Tot volgende. jongens. Ciao.